Evert Nelly Winkelmans. Het is de 100ste Mid-Mid-aflevering op YouTube. Wauw, dat is echt zot. Dat is enorm. Wie had gedacht dat wij het samen zo lang gingen volhouden? Ik niet. Dat kan ik je echt zeggen. We kunnen ook niet anders dan vieren met taart. De studio staat in brand. Oh, maar dat duurt lang. De mensen kunnen dat niet zien, maar de studio staat bijna echt effectief in brand. Hoe de afgesproken viering toch nog misloopt. Mooi. Oké, Evert, wat was de leukste aflevering? De leukste? Ja, ik ga een Brugge legend zeggen, dat niet Bob Madou is. Dus ik zeg de eerste met Glenn Verbouwheden. Gewoon, dat was knettergek en daar hou ik wel van. Oké. En wie was voor u de teleurstellendste gast? Dat is een smerige vraag. Hè? Dank u wel. Want als we die ooit terug willen vragen, is dat een probleem. Ja, maar als ze hem heeft teleurgesteld, gaan we hem nooit meer terugvragen, toch? Ik ga zeggen Wesley Sonk. Die is 2 keer geweest. Ik ga uitleggen waarom. Wesley Sonk heeft laten weten dat hij het een schande vond dat ik mocht stemmen op de Gouden Schoen. Oh, maar dat was niet alleen Wesley Sonk, zeg. Ja, dus daarom, Wesley, je komt hier niet meer binnen. Hoeveel afleveringen zitten er nog in ons als duo? Voor elkaar echt vermoorden. Ja, jij regelt de contracten en ik denk dat jij nog getekend hebt voor 60. Nu nog 60, ja. Dus ja, dan ga ik toch nog even door moeten. Oké, Quinte, terug van weg geweest? Ja, dat is de proclamatie van uw vriendin. Leuk, hè? Mooi om te zien. Uw vriendin die dan de hele dag shined. Ja, dat is al zeker gelogen. Zeg maar gewoon, het was super saai en ik ben blij dat ik terug ben. Het was super saai en ik ben blij dat ik terug ben. Voilà, maar dat is braaf. Quinte mag is wel vol, vermoed ik. Ik hoop van wel, ja. Voilà. Welkom bij de 100ste aflevering van Mid-Mid, vroeger een voetbalpodcast op de kanalen van Friends of Sports, nu de voetbalpodcast op de kanalen van Play Sports. Onze 100ste aflevering moesten we natuurlijk vieren met een grote naam uit het Belgische voetbal. Hij promoveerde met Eendracht Aalst naar eerste klasse, was ooit de manager van Frank van den Broeke en is de architect van het huidige Club Brugge. Welkom, Vincent Mannaert. Vincent, wat vond je van de intro? Goed gedaan, ja. Ik vond dat feestelijk eigenlijk. Ja. Voilà, past dat? Perfect. Voilà. Hoe is het met u? Goed, ja. Het is, we zitten aan het einde van een drukke mercato. Dus redelijk vermoeid, maar verder goed. Prima. Is dat een periode met heel veel slapeloze nachten? Slapeloos helemaal zo niet, maar je slaapt toch wel wat moeilijker in. Of in mijn geval word ik wat vroeger wakker eigenlijk. Ja. Ah, oké. Ja. Ik zou denken, als je dan in bed ligt om te gaan slapen, dat je dan de hele tijd nog ermee bezig bent, maar dat valt dan mee. Nee, dat valt dan mee. Ik ben eigenlijk eerder een vrij vlotte inslaper, maar het is eerder dat vroeg wakker worden dan. Dat zal bij iedereen een beetje verschillend zijn, denk ik. Hè. Dat is een luxe. Mag ik dat wel gek vinden, dat jij hier zit tijdens de Mercato? Wel, als jullie het vragen, ja, dan proberen we er nog wat tijd voor vrij te maken. Nee, het lukt u nu nog wel om dat net te doen. Het is niet dat uw gsm op ontploffen staat, nu dat jij hier zit. Nee, en het is ook zo dat we... En ik doe het ook allemaal niet alleen, gelukkig. Het zou ook niet meer lukken, maar er zijn er wel nog wel mensen die er hard mee bezig zijn. En ja, het is nu niet dat het elke dag volle bak is. Dus, Brugge-fans gaan niet kwaad zijn op ons dat er een transfer mislukt nu. Dat kan ik niet garanderen. Oei, shit. Die zijn al wat boze op ons. Hoeveel gemiste oproepen gaat het nu hebben? Ja, niet meer dan anders. En goed, ja, de dag is nog lang. Hè. Dus ja, kan dat hier nog wel weggezet worden. Gisteren ook een lange dag, denk ik. Ja. Jaremchuk voorgesteld. Ja, klopt. 16 miljoen euro, Vincent. Ja. Is de transfermarkt helemaal gek geworden? Ja. Het is in ieder geval zo dat de prijzen alsmaar stijgen. We hadden gedacht van misschien komt er een correctie na COVID, maar ja, er is eigenlijk heel weinig van te merken. Je ziet vooral dat Engeland heel fors uithaalt. En niet alleen de topploegen, maar ook clubs die pas gepromoveerd zijn, zoals Nottingham. Het is altijd zo, wanneer er clubs zijn aan de top van de piramide, waar het geld wordt besteed, ja, dan vindt dat zijn weg. En dan wordt er ook op een ander niveau geïnvesteerd, dus die prijzen blijven wel eigenlijk relatief gezien toenemen. Ik heb wel het gevoel dat er meer zo free transfers zijn. Meer einde contracten dan voor corona. En veel huren ook. Ja, dat is inderdaad wel zo. Dus je hebt een trend eigenlijk van, er zijn nog echt grote transfers, dat gaat dan over meer geld dan vroeger, maar er zijn ook een aantal, laten we zeggen, grote spelers om Pogba bijvoorbeeld te noemen, die dan transfervrij overgaan. En door het feit dat je natuurlijk ook een aantal ik zou zeggen consortia hebt ondertussen, wordt er ook nog wel wat, ja, het zijn er ook wel vrij veel huurovereenkomsten. Dat zijn denk ik een beetje de drie trends van de laatste mercato's. Ja. Maar 16 miljoen is toch echt wel weer een barrière die we in België aan het doorbreken zijn? Klopt, dat is. Dat is een beetje in navolging van de internationale trend. We hebben nu de transfer gezien van Antony bijvoorbeeld. Langs de andere kant verkopen we ook duurder. De Ketelaar was ook de duurste ooit. Dus het is een beetje de yin en de yang. Ja. En ja, bij ons is dat eigenlijk heel simpel. Je geeft enkel uit wat je kunt uitgeven. En dan moet je eerst zien dat je goed verkoopt, vooraleer dat je kunt aankopen. Maar zie je het ooit gebeuren dat Club Brugge een speler voor 100 miljoen verkoopt? Ik hoop het hoor. Maar dat is natuurlijk, ja, het is wel straf als je kijkt wat Ajax de laatste jaren verkocht heeft. Maar er is ook wel een momentum geweest dat Ajax ook daar de grens verlegd heeft voor het aankopen. Ik herinner mij een paar jaar geleden Tadic en dan Blind. Maar vooral ook Antony, want Antony was op dat moment nog relatief onbekende Braziliaan, waar dat toen ook 16 miljoen zeker voor betaald werd. Dus wie weet verkopen wij ook een ruimtje ook nog voor 100. En denk 2 zomers geleden hebben ze Haller gehaald voor 22. Ja. Nu halen ze Bergwijn voor 31. Dat toont ook aan dat er langs zowel aan als verkoopzijde dat de getallen toenemen. En op zich hoeft dat geen probleem te zijn, zolang dat je beter verkoopt dan dat je aankoopt. Maar het lijkt me zeker niet onmogelijk, toch? Het is gewoon, alle puzzelstukken zouden dan moeten goedvallen. Ajax heeft het geluk dat Antony een Braziliaans international is, denk ik. En dat maakt... Dat een harde stap doet, denk ik ook. Dus eigenlijk valt alles daar perfect om plots die gekke prijzen te halen. Maar met De Ligt en De Jong zaten ze eigenlijk ook al heel hoog. 60 en 80. Dus het is eigenlijk een logisch gevolg. Dus ik denk, bij Brugge moeten jullie toch niet zo onzeker zijn daarover. Dat gaat toch ooit gebeuren. Zeker de grens van 50 miljoen gaat toch ooit gebeuren. Op een gegeven moment heb je toch je max bereikt. Maar het is... Ja, dat weten we niet. Hè. We dachten ook, op een bepaald moment gaat het nu stoppen. En het zal niet meer hoger gaan dan x, 50, 60, 70. Maar we zitten nu al vlot boven de 100. Ik weet dat natuurlijk wel veel te doen was over de 4 miljoen van Koen Daarde. Ja, absoluut. Nee, absoluut. Koen Daarde, jong. Ja. Nee, maar het is... En hetzelfde met de lonen. Hè. Ik herinner me ook nog, bij Zulte Waregem was er zo van... Wow. De eerste die boven de 200.000 bruut ging, dat was een Baileie. En dat was al zo van, oh, dat is hier toch wel de mijlpaal. Dus al een tijdje geleden. Nu, om eens even terug te komen naar dat van Ajax. Ja, Ajax heeft wel, denk ik, 4 keer Champions League of Europa Cup 1 gewonnen. Daar zijn we nog lang niet aan toe. Dus. En Ajax is ook wel, en dat is nog altijd een stuk de erfenis van Cruijff. Dat is een wereld... Ja, dat is een wereldmerk. In voetbal is gewoon Ajax een wereldmerk. En daar staan wij met Belgisch voetbal. Eigenlijk hebben we geen vertegenwoordiger. Portugal heeft dat ook. Benfica, Porto. Dat is wereldwijd. En ja, dat zijn dingen die wij als Belgische clubs of topclubs nog niet hebben. Hè. Maar je moet ook niet vergeten, Ajax verkoopt 2 aan Manchester United, 2 aan Bayern... Die vorige transfers zijn naar Barcelona en Juventus, dat is wel aan de absolute top dat die verkopen ook. Hè. Daarmee dat AC Milan voor de Ketelaren zo belangrijk was voor mij, want voor mij is AC Milan nog altijd, en zeker ook terug, dat absolute wereldmerk in het voetbal. AC Milan, dat is een household name. Dus voor het Belgisch voetbal is dat supergoed dat we aan zo'n ploegen kunnen gaan verkopen. Dat is beter dan een middenmotor in de Premier League, ook al zouden die iets meer betalen. Nu kan je zeggen, we hebben verkocht aan AC Milan, dat staat er. En nu gaat Inter... Of toch eens Barcelona, die gaan toch ook eens komen scouten in België. Want die gaan denken, ja, als Milan dat doet, moeten wij dat misschien ook doen. Dat helpt wel. Ja, nee, de Gomez on City. Ja. Allee, dus dat zijn toch wel... In die zin is de zomer... Nu wel een zomer waarbij dat er aan de absolute top verkocht is. Hè. Klopt. Charlotte dus inderdaad naar AC Milan en Gomez naar City. Dus, ja, dat is wel top. Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit, gisteren? Ja, het is een dag waar er eerst nog wat onderhandeld wordt. En op het moment dat je een akkoord hebt, dan is de bedoeling dat de speler nog door zijn medische testen geraakt. Dus hij reist wel af zonder dat er al een echt akkoord helemaal is. Nou, er is tot zeggen dat de grote lijnen liggen vast. Er is toestemming van de verkopende club, in dit geval Benfica. Maar er is nog geen definitief akkoord, want dat is er toch pas wanneer dat al handtekeningen gezet zijn. Dus, en dan hangt het af van de detailonderhandelingen. En het hangt ook uiteraard af van de medische en fysische testen. Dat is bij ons er nogal uitgebreid. En als dat allemaal, ik zou zeggen, uitonderhandeld is, en als die testen en de bevestiging van de onderzoeken, dat is mijn scans, ziekenhuisbezoeken, als daar het licht op groen gezet wordt, dan kan je finaliseren. En in dit geval was dat wel goed dat dat gisteren gebeurde, want de UEFA-lijst moet binnengebracht worden uiterlijk vrijdag. En Roman is niet EU, dus dan moet er ook nog een werkvergunning aangevraagd worden, want die werkvergunning is nodig om op die UEFA-lijst te staan. En daar zijn dan ook nog wat administratieve plichtplegingen die moeten ingevuld worden. Dus die timing... Dus er stond wel wat druk achter. Er zit dan wat druk achter, ja. Ik dacht dat was omdat je naar hier kwam, zo nog snel rond. Wel, dat was, laten we zeggen, dat heeft dan de laatste miljoen er nog uitgehaald eigenlijk. Ja. Ja, die Brugge-fans weer boos op ons. Nee, maar het is niet dat... soms zou je denken, de deadline is... in België is de interne deadline om spelers binnen te halen is 6 september. Maar dat verschilt. Vind ik trouwens een beetje onnozel. Heel raar. Zouden ze gewoon moeten uniformiseren dat dat overal hetzelfde is. Want je krijgt dan het fenomeen van, maar kijk, de ene markt is nog open, de andere is gesloten. Dus als er dan nog iets uitgaat, kun je niet meer vervangen. Voor mij mag het ook vroeger stoppen. Ik heb zoiets van, voor je begint met shotten. Ja, eigenlijk. Ik ben er absoluut maar wij begingen wel heel vroeg met shotten, hè? Dus dan wel later beginnen shotten. Ja, of minstens zou ik kunnen zeggen, stopt op 1 augustus. Enfin, doet dan 31 juli. Stopt dan zijn de meeste competities nog niet bezig. Er zijn er een aantal die net begonnen zijn. En stopt het bij iedereen op hetzelfde moment. Ja. Hoe houdt je zo'n transfer uit de media? Niet is gebleken. Hè? Ja, maar bij Mignolet was denk ik iedereen die niet met het dossier verbonden was, heel verbaasd. Ja, dat is uitzonderlijk geworden. Dat is echt uitzonderlijk geworden. We hebben het meegemaakt dat we zelfs, dat bij manier van spreken, eens rondkeken in de kamer of dat er ergens een camera hing of een micro verborgen was. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je een entourage aan de speler... je hebt ondertussen de Fabrizio Romano's van deze wereld die uiteraard proberen hun job te doen en dat is de primeurs binnenhalen. En de digitale tijdperk heeft zaken, ik zou zeggen, heeft de moeilijkheidsgraad om zaken discreet te houden natuurlijk verhoogd. En de entourage van de speler wint er soms ook bij dat in de media komt. Ja, om druk te zetten bij andere ploegen. Dat zet dan druk op andere ploegen. En dat stelt u dan als geïnteresseerde club een beetje kwetsbaar. Want dan zijn er sommige slapende honden die dan wakker worden. En dat zet misschien sommige clubs aan tot actie, omdat ze zien, het is er toch aan het gebeuren, misschien moeten we toch nog iets doen. Ja. Maar trouwens, gisteren ook nog meegemaakt. Nog een ander bod op Jaremchuk. Ja. Oké. Dan moet je die speler wel vertrouwen ergens, dat hij nog voor u blijft kiezen. Hij zit dan al in Brugge. Ja, het komt er dan op aan van vooral nog eens heel goed duidelijk te maken waarom dat het goed is dat de speler voor jouw club dan zou kiezen op dat moment. Maar ik zou zeggen, die concurrentie is toch wel fameus toegenomen. Maar ik denk dat Mitrovic was, een paar jaar geleden, dat hij op Anderlecht was. En uiteindelijk toch bij Fulham tekent of zo. Ja, en Dessers zat toch ook eens ergens op een luchthaven in Madrid. Toen om dan bij Feyenoord te tekenen. Ja, dus bij Jaremchuk bijvoorbeeld waren er foto's van hem dat hij was aangekomen in Zaventem. Die waren dan getrokken door andere passagiers die dan voetbalfans zijn. En dan, hop, hij is geland. Nee, dus je kan dan bijna niet meer tegenhouden. Nee. Hè? Of je moet al privé gaan vliegen. Ja, maar je hebt ook die... Ik kreeg, wanneer was het? Denk een week geleden of zoiets. Een journalist zei van, ja, Sander Berge is op weg naar Brugge. Ah bon. Ja, want we hebben gezien dat er een vlucht vertrokken is. Dat was al een privévlucht van Londen naar Wevelgem. Nee, van Manchester was het. Van Manchester naar Wevelgem. Hij zit daarop. Ik heb dan gezegd, nee, het is niet Berge, het is Cristiano die komt eigenlijk. Maar dat is... en het was Kevin die naar Spa ging. Ja, of het was Mark Koeken die naar huis vloog. Nee, maar het was nu ook met De Jong. Ja. De Jong was gespot op de luchthaven in Londen. Ja. Die mens ging... Die ging naar een trouw van Donny van de Beek gewoon. Ja, voilà. Dus zwart. Ja, maar over dat vliegtuigen spotten, dat is echt een ding geworden deze zomer, dat fans vliegtuigen zitten te tracken. Dat vind ik wel... Dus ik vind dat nog iets voor u eigenlijk. Ja... maar hoe weet je dan wie er op die vlieger en zo zit? Allee, ik vind het allemaal wel spannend. Dat is weer waar. Gelijk de vlieger van Dries Mertens werd dan zo door 20.000 Turken gevolgd. Maar ja, dat had Galatasaray zelf ook getweet. Zo. Ja. Ja. Er speelt trouwens nog een misschien interessant profiel bij Benfica. Jan Vertongen. Is dat iets voor Club Brugge? Of... Ik denk dat de kas... Moeilijke vragen. Ik denk dat nu de kas stilletjes aan wel leeg is. Oké. Okay. Eerder ook Onyedika. Ja. Wat type speler is dat? Ja, dat is een controlerende, defensieve middenvelder, maar met de nodige dynamiek. Dus dat is ook iemand die ook nog diepgang heeft. Dus we verwachten er toch wel het een en het ander van. Dus iemand die... En... een bal kan recupereren, veroveren, puur op basis van het duel, maar toch ook nog de voeten heeft en het loopvermogen om nog aan te sluiten en eigenlijk nog wat extra steun te geven, offensief. Dus wat dat ze zouden noemen, een complete middenvelder. Ja. Dat is een mooi verkoopspraatje. Ja, ik had gelezen dat John Obi Mikel, dat zo wat de vergelijking zou moeten zijn. Als dat is niet slecht. Als je dat binnenhaalt, dan heb je het goed gedaan. Ja. Ja, maar ik heb wel deze transferzomer alleen al, buiten degene die we net besproken hebben, Larin, Boyata, Jutgla, Nielsen, Meijer. Je zou bijna vergeten dat jij eigenlijk al de kampioen waart. Ik heb het gevoel dat jullie nog het meest versterkt zijn ook. Ja, dat is de bedoeling. Hè. Ik probeer het altijd... beter te doen dan wat er was. En transversies merk je natuurlijk, en dat is ook normaal, hè, dus je doet een transactie en dan wordt er heel veel gefocust op die transactie, maar uiteindelijk is het een collectief gegeven en je probeert echt een ploeg te bouwen en die ploeg ook complementair en zo stevig mogelijk te maken, ook afhankelijk van op welke fronten zet je actief. Bij ons is dat nu al een paar jaar de 3 fronten, dus dan moet je ook iets breder gaan. En transfers kunnen eigenlijk pas afrekenen op het einde van het seizoen. En dan nog. Want we hebben een aantal... Kijk naar SOA. En ik bedoel, SOA vorig jaar was problematisch. Veel geld betaald. En al direct in de haren krabben na 2 maanden. Want het lukte niet. Uitlenen, AZ ook niet. Ja, dan... Oké, dan cut your losses was het bijna. Hè. Maar dan, oké, nieuwe coach... En Karel zegt, oké, ik ga er toch nog een keer proberen mijn Latijn in te steken. En dan pikt hij het op. Hij is vertrokken, krijgt vertrouwen en doet het nu eigenlijk heel goed. Ja. Dus het is daar het is een coach individueel. Is ook wel goed voor. Ja. Voor spelers die zo elk keer de pad zaten. In die zin verwijs ik altijd naar Zlatan en Guardiola. Het transfer van Zlatan, kun je moeilijk zeggen dat hij een slechte speler is. Nee, zeker niet. Zlatan supergoed, gaan naar Barcelona. Dat is eigenlijk niet eens zo slecht gedaan. Maar... Ik was hyped toen. Maar het klikt niet. En Zlatan zegt, ja, ik ben hier weg. En Guardiola blij dat hij weg is. Dus er is ook de persoonlijke dynamiek. Maar eigenlijk is het in transfers of transferbeleid, moet je toch proberen te kijken naar de totaliteit. En het zal altijd zijn dat je voor bepaalde spelers te veel betaalt, maar dan heb je er ander. Zoals bijvoorbeeld nu Silla, waar ik heel sterk in geloof. En iemand die, die vertrokken is voor een hele goede carrière. Ja, dat was dan €200.000. En er zijn spelers waar dat we te veel voor betaald hebben, achteraf blijkt. Ja. Alleen is het belangrijk dat je dat ziet in zijn totaliteit. En dat je dan kijkt, oké, wat is de totaliteit van hetgeen dat we binnengehaald hebben? En wat is dan hetgeen dat we uitgegeven hebben? En uiteindelijk gaat het ook over, wat is uw sportief rendement? Ja. Want uiteindelijk... de kloof die je als club financieel kunt uitbouwen of terug kunt verliezen, is toch vooral door heel goede of heel slechte transfers te doen. Dus het is wel cruciaal dat je er meer goede dan slechte doet. We hebben het al gezien in het buitenland. Een ploeg die maar een ploeg die ver voorop loopt, financieel, zoals Club Brugge nu, door een paar heel goede jaren en veel Champions League te spelen, die kan rap als sneeuw voor de zon verdwijnen als je 5 zotte transferzomers doet die allemaal mislukken. Dus je zegt wel, we moeten naar de totaliteit kijken, maar bij elke transfer heb je toch stress. Want 16 miljoen voor Jaremchuk, die mag niet mislukken, toch? Ja, liever niet. En ik ben er vrij zeker van dat dat niet zal gebeuren, maar ja, het kan wel eens dat je dat het compleet naast zit. Hè. Ik bedoel, ik zat er... Ja, ik ben dan eindverantwoordelijke, dus dan moet ik zeggen, ik zat hier ook compleet naast met Kermanschik en Rezai en... Oké, Rekje bracht niet wat we dachten dat hem ging brengen. En dan is het zaak dat je dat kan opvangen met een aantal heel goeie. Ik vond onze vorige zomermercato nu ook niet bepaald top. Waar dat we er ook een aantal jongens hebben aangetrokken die ondertussen ook al vertrokken zijn. Dus dan moet je... Ja, dan is het zaak dat je wel inderdaad... Je kunt er één missen, maar dan moet je wel zien dat de volgende wel erop is. Maar de wintermercato was dan misschien weer een van de beste. Alleen voor wat hij moest opbrengen. Ja, en daar zat dan nog één krediet bij van de zomer. Dat was dan Buchanan. Ja. Die is dan met vertraging gekomen. Maar Scovolsen is onmiskenbaar een zeer goede transfer. En dan zijn er, laten we zeggen, 2 een beetje short-term transfers gebeurd. Eén Adamian, die op vraag kwam van Schreuder. Maar die uiteindelijk het goed gedaan heeft. Hij heeft een goed rendement gehad. En dan Dennis Odoi, die het ook impact. Gewoon super gedaan heeft in de niet alleen in de belangrijke match, maar eigenlijk van in het begin was hij daar wanneer dat we hem nodig hadden. En op een zelfs voor hem wat ongewone positie. Het heeft goed gedaan. Is dat de luxe die Club Brugge heeft, dat je met die wintertransfer nog iets kan herstellen? Of was dat vooraf gepland? Dat je zegt van, we zien dat we een stuk van het budget openhouden, want we gaan dat nog nodig hebben. Ja, er wordt altijd wel gekozen vanuit een gezond financieel beleid. Dus conservatief sowieso. Dus er is altijd een buffer die zal behouden blijven. En dan hangt het een beetje af van de analyse die je maakt op dat moment. Kan te maken hebben met spelers die inderdaad tegenvallen, spelers die langere tijd uit zijn. Wintermercato is meestal complex, omdat je heel weinig tijd krijgt of geeft aan spelers om een direct rendement te geven. En vaak zijn spelers die op de bank zitten of weinig gespeeld hebben. Ofwel, klopt. Ofwel zijn spelers die een tijdje niet gespeeld hebben elders, ofwel zijn het die van een lager niveau komen, waar het nog een beetje af te wachten is, zodat ze zich zullen aanpassen. En in die zin denk ik dat het... Gegeven dat het 2 meer ervaren spelers waren, die ook snel integreerbaar waren, waarvan dan ene Belg en ene die de trainer kende, enfin, die ook wist van oké, hoe werkt Schreuder, dat wel wat geholpen heeft. Zonder dat we er namen op moeten plakken, en het moet misschien ook niet alleen deze transferperiode zijn, maar hoeveel procent van transfers zijn voor een Belgische topclub plan A? En of hoe breed... Moet het lijstje zijn om te kunnen schakelen? Want ik vermoed dat er een verschil is. Als City zegt, wij willen Haaland, dan komt hij. Maar dat jullie wel vaker... Ook niet altijd, hè. Ook niet altijd. Maar wel vaker dan, dan bij een Belgische ploeg. Ik denk dat in een eerste fase proberen we er 5 per positie in kaart te brengen. En dan verkleint dat naar 3. En dan is het eigenlijk, als je 1 van die 3 hebt, oké. Ja. En dan ga je wel met de 3... polsen en een gesprek aan? Of... Met de 5 eigenlijk al. Met de 5 al. Ja, ik noem dat eigenlijk vaak een beetje met Chinees circus. En die bordjes die dan omhoog gehouden worden, je moet die laten blijven draaien zo lang mogelijk. Hier en daar valt er één af. En dan moet je zien dat je op het einde nog wel er een paar omhoog houden hebt. Hè. Ik snap het. Ja. Wat is het pijnlijkst? Een match verliezen of een transfertarget daar is anders tekent? Dat hangt van welke match en aan wie dat je hem verliest. Oké. Eigenlijk een fair antwoord. Ja, maar bijvoorbeeld iedereen wist, of dat konden we lezen in de pers, dat die Højlund jullie nummer 1 piste was in de spits, maar die gaat dan naar Atalanta voor 15 miljoen en jullie tekenen nu iemand voor 16 miljoen. Denk je dan niet achteraf, tju, hadden we gewoon kunnen doen eigenlijk. Wel, ja. Dat is nu goed dat je dat vraagt, want ik heb dat inderdaad ook zo van hè, een derde keuze en zo, maar ja, er zijn zoveel externe omstandigheden die maken dat je niet zelf bepaalt wat is eerste, tweede, derde keuze. Het kan zijn dat je sportieve analyse maakt en hij zegt van speler X is onze eerste keuze, maar speler X zegt ik ben niet geïnteresseerd in Club Brugge. Of het is niet haalbaar, of hij gaat liever naar de ander. Of hij gaat liever naar een ander. Dus je probeert in het begin eigenlijk een sportieve analyse te maken. Op basis daarvan maak je een lijstje van 5. En dan ga je een referentiecheck doen om te zien, ja, is het haalbaar? Is er interesse? En wat ook is, ja, het is ook een voortschrijdend inzicht en bepaalde spelers, zoals bijvoorbeeld Jaremchuk. Ja, tot 2 weken geleden zei Benfica tegen elke ploeg die polste, no go. Hij blijft hier. Want Schmid had nog gezegd van nee, die blijft hier, ik heb die nodig en die gaat niet weg. En dus het is ook belangrijk dat je dan de markt goed blijft volgen, dat je het netwerk goed opvolgt, omdat je op bepaalde momenten ineens een opportuniteit hebt. Ik denk dat bijvoorbeeld Galatasaray in juni ook niet zal gedacht hebben van we gaan rustig wat wachten, want Dries Mertens zal wel bij ons komen. Nee, dat is op een bepaald moment, hangt dat af van, in dit geval denk ik, de onderhandelingen met Napoli. Die springen af en dan is er een opportuniteit. En goed, Højlund was inderdaad iemand, mochten we die afgerond hebben, ja, dan ging Jaremchuk er niet zijn. En daarom dat het net zo belangrijk is dat je die verschillende bordjes openhoudt en dat je de lijnen laat uitliggen. Maar is dan Benfica die naar jullie belt? We zijn van gedacht veranderd, of zijt jij het effectief die dat contact warm houdt? Of? Wel gepolst. Maar in dit geval is Jaremchuk een speler waar dat wel de tijd al eens wat gehoord hadden van kijk, ja, wat is de situatie? En in de tijd spreek ik over een jaar of 2, 3 geleden. En zo probeer je eigenlijk als in een soort database, die probeer je bij te houden, per club, per speler. En op regelmatige tijdstippen probeer je, dat is dan samen met ons team, recruitmentteam, probeer eens te polsen wat is de situatie van die speler, wat is, hoe loopt het? En dan kunnen er ineens spelers die een jaar of langer onbespreekbaar, onhaalbaar of ongeïnteresseerd waren, die kunnen dan ineens wel een mogelijkheid zijn. Dus het is heel dynamisch en heel fluctuerend dat je die 5 en die 3, ja, die kunnen ook nog eens veranderen afhankelijk van de omstandigheden en zeker naar het einde toe van een mercato verandert er nog heel veel. Dat is sowieso. We hebben ook een rondvraag gedaan hoe Vincent was als voetballer. Ja, benieuwd naar de analyse? Ik heb hier ik weet niet. Hele goede linkervoet, kon de bal leggen waar hij wilde, heel veel spelinzicht, maar je moest hem wel in de voet aanspelen, want hij was wel traag. Een beetje Danny Boffin zonder snelheid. En met een ander kapsel. Juiste analyse. Ik moet zeggen... Ja, we hebben 2 bronnen gecheckt en die waren wel echt heel lovend. En was dat in mijn familie? Of was dat... Nee. Nee. Maar... Wel, iemand die voor je werkt nu. Ik moest het wel hebben van... laten we zeggen, eerder van technische en proberen wat sneller te denken. Want het denken ging sneller dan het lopen. Dat is een feit. Ja. Maar toen je bij OPEX zat, waren er veel ploegen geïnteresseerd, maar je papa wou dat eigenlijk niet. Hij wordt vooral niet te vroeg. Ik denk dat hij ook wel opzag tegen veel met de auto rijden. Nee, maar hij was gewoon dan niet te vroeg. Hè. We zeiden van, ja, goed, eerst zien dat dat... Allee, het is altijd van, ja, als het goed is, zal het later ook nog wel gebeuren. En dat is gebleken? Dat is dan uiteindelijk gebleken, ja. Voor het mooie Anderlecht getekend. Ja, maar dat is nu toch genoeg gekend, hè. Ja. Ja. Nee, klopt, dat is juist, ja. Ja, dat is ook in de buurt. Dat zit in de regio. Ja, ja. Voilà, dus wat is dat, 20 kilometer. En ja, dat is die periode. Ja. Waarom niet kunnen doorbreken daar? Ja, ik was niet explosief genoeg. Ik was ook behoorlijk blessuregevoelig. Dus knieën, enkels. 3 keer aan de knie geopereerd en een chronische rugblessure. Ja, dus ja, je weet dat... Om het te maken als profsporter, profvoetballer, ja, zijn er veel dingen die meetellen. Hè? En er waren bij mij een aantal vakjes niet aangekruist. En dan... Ja, je moet het lichaam hebben. Hè? Ja, dat moet je niet doen. Hè? Ja. Maar hoe moeilijk was het dan, mentaal? om die knop te draaien? Ja, dat is niet fijn als je op een bepaald moment merkt van, ja, dat gaat hier niet lukken. Dus ik heb een bepaalde periode waarin je bij de betere van de leeftijdscategorie bent. Je doet een aantal internationale toernooien mee. Opgeroepen voor de nationale ploeg. Je doet er ook wat toernooien mee. Op dat moment valt dat allemaal goed mee. En dan, ja, dan komen er andere momenten en dan begin je te beseffen van, ja, dat gaat hier toch niet lukken, hè. En dan is dat natuurlijk niet fijn om dat vast te stellen, want ja, dat is wel iets waarvan je als klein mannetje van droomt en dat je zegt, ja, dat zou toch wel het schoonste zijn dat er is. Dat was in mijn geval toch zo. En ja, dan komt er even een moment dat je zegt, ja, het gaat niet. Het zal iets anders moeten zijn, hè. Maar je bent wel altijd een goede student geweest. Ik heb gelezen dat je ook tijdens die stages en ja, wegwaart met de nationale ploeg waarschijnlijk ook wel echt veel las en met school bezig waart. Ja, beetje vreemde eend in de bijt. Ja, zoveel waren er niet met een boek, dat is juist. Maar, dat is beleefd gezegd. Maar ja, ik probeerde dat wel gewoon te doen, omdat dat mij ook wel interesseerde. Dus die andere kant, en dat is dan denk ik nog wel wat geluk geweest. Absoluut. Omdat het dan, ja, alleen met de studies is het dan, tussen haakjes wel gelukt. En dan, ja, was ook goed, hè. Maar nee, ik ben van nature eigenlijk een geïnteresseerde mens die dat gepassioneerd is door voetbal, maar wel geïnteresseerd in wel wat andere dingen. Dus, je hebt in het fantastische shirt achter u van Eendracht Aals mogen spelen. Wel, ik weet niet of dat shirt nog was. Ik denk dat het volgende was, maar ik ben niet zeker. Ten in de eerste klasse. Van het luxe bier, Safir. Dat was eigenlijk een heel plezante periode, ja. Maar, wat weet je nog over je debuut? Weet je nog iets van? Het was Keulemans die u liet debuteren. Ja, dat was Keulemans en dat was omdat Peter van Wanbeke, die toen aanvoerder was, die was ziek of zoiets, denk ik. En dan liet hij mij starten tegen het grote SK Tongeren. Thuismatch en met een beetje meeval maak ik nog een goal en we winnen die match. Dankzij Gilles de Bilde. Dus gescoord op je debuut wel? Ja. Daarbij Alstilse gedacht, MBS. En zijn vertrokken. Het club is al ondertussen een vloek geworden. Spelers die aan hun in debuut een goal maken. We hebben er zo'n aantal gehad, onder andere Bakenga. Ja. Er zijn er nog een paar geweest. Ik was op een bepaald moment heel blij dat er een spits net niet scoorde in zijn eerste match. Dus bij mij was er ook niet direct een voorbode van veel succes nadien. Nee, Leo zei... Oei, nu heb ik het verraden eigenlijk, maar... Leo zei ofwel een afstandsschot ofwel een vrije trap, als hem scoorde. Ja, of een afgeweken bal of zo. Ja. Je gaat wel weg, net voor dat ze Europese campagne spelen. Ja, ik denk gelukkig voor hen, hè. Nee, maar goed, ik deed dan toen al... Ik deed niet meer mee, hè. Dus dat was... Ik heb het meest meegedaan in tweede. En ja, die ploeg was gewoon... die mannen waren gewoon beter dan ik. Dat was... Waren wel ook de magische echt jaren, een goede ploeg. Dat was Van Ankeren, Krencevic, De Bilde... Om die maar te noemen, Van Ragen. Dus dat was... ook para. Als de schrijver in de goal. Dat was een supergoeie ploeg, hè. Ja. Wat weet je nog van die campagne van Eendracht Aals? Hij heeft hier net bijna heel de ploeg opgenoemd, hè. Als je die namen hoort, ja, dan weet je dat dat niveau was, hè. En vooral, dat was het sprookje van Eendracht Aals. Eendracht Aals is altijd in Belgisch voetbal... Dat is een voetbalbolwerk, maar slapend. Die zaten altijd zo tweede, derde klasse, nu terug op lagere divisies. Maar toen dat die in eerste kwamen, dan ontploft dat ook. Aals is best een grote stad, zotte voetbalfans... En toen was dat echt, ja, met de Keulemans naar Sofia en zo. Als je die beelden gaat opzoeken, dat is hilarisch, hè. Dat is echt carnaval, maar dan een heel seizoen lang. Dat was ook letterlijk, hè. Op de opwarming, die Europese match, dus was ik wel al weg, maar goed, gevolgd had dat natuurlijk nog. Maar dus de opwarming van de wedstrijd Aalst-Sofia, dan was er inderdaad een carnavalstoet, hè. Dus die Bulgaren die wisten gewoon niet wat er gebeurde. En er stond een hele carnavalstoet met keizer Kamil in het midden, terwijl dat die Bulgaren probeerden wat pas te geven naar elkaar in de opwarming. Dat was Eendracht Aals toen op dat moment. Ik vind wel dat dat een zijproject van u moet worden. Naast Club Brugge moet je Eendracht Aals terug... naar het profniveau krijgen. En van dat Pierre Cornelis-stadion is iets deftig maken. Oké, je hebt nog wat werk met Jan Breidel ook. Maar als tweede optie vind ik Aalst ook terugbrengen. Gewoon als een hobbyproject. Ja, je moet toch ooit uitgespeeld zijn met Club Brugge. Ja, fijn idee, hè? Nee, ze hadden nu nog, ik denk afgelopen jaar, dat is een klein 3000 dat leeft echt waar. Ongelooflijk. Ja. Ja. Allee, dat moet toch een gouden tijd geweest zijn als jonge gast. Met die ploegen dan nog gewonnen alles. Ja, dus dat was toen... zat dat tegen de... Ja, dat waren matchen van 7.000, 8.000. Die promotiematch in tweede, dat was kotvol, 10.000. En dat was geen uitzondering. Ja. Van wie werd je fan als kind? Maradona. En een ploeg ook? Eigenlijk niet. Ik was meer fan van voetballers. Ik had dan twee dorpsgenoten waarvan dat je er alleen een vernoemd hebt. Leo, Club Brugge, Swat, Anderlecht. En die worden natuurlijk gekend. Maar mijn vader zaalvoetballen soms al een keer met Swat. En Leo was eigenlijk jeugdtrainer bij Opwijk toen. Dus dat was zo de... Ja, dat waren eigenlijk de twee waar je natuurlijk als klein manneke, omdat het ook dicht bij u was, dat je zo naar opkeek. En dan internationaal had je natuurlijk, ja, dat was de periode, dat was plat in, ik ben van 74, dus zo, ja, 82, dat is zo, 80 zit wat te ver, maar zo 82, dat was zo het eerste toernooi dat ik me echt nog goed herinner. En dan in de aanloop naar dat WK was dat... Ja, het nieuwe godenkind, wonderkind, Argentijn. Dat was Maradona. Dan heb je met Leo van der Elst en Maradona wel een link tussen de twee. Dat maakt het wel mooi. 86. Ja, klopt. En Swat trouwens in 82. Ah ja. Ik denk dat hem nog ingevallen is in die match tegen de Argentijnen. Ik weet, Leo van der Elst had een fanclub in Opwijk en die gingen mee met hem naar de ploegen waar hij naartoe ging. Ah, ja. Dus die reden dan met de bus naar Antwerpen en zo, omdat dan Leo daar ging spelen. Dat is ook wel mooi. Dat was mijn eerste match van de speler. Eerste match live. Antwerp-Beringen. En dat was inderdaad, denk ik, met de fanclub van Leo van der Elst. Maar dat was vooral ook nog Laszlo Fazekas tegen Wilfried van Moer. Als eerste match. Live, kan dat wel tellen, hè. Ja. Ik heb ook gehoord dat je wel groter Real Madrid van waard of zijt. Ja, dat is ook te maken met de vorige generatie. Hè. Mijn vader was een grote fan van Ferenc Puskas. En we hadden eigenlijk op de keuken, op zo'n bordesje, en altijd geweten dat er twee ploegfoto's hingen. Eentje van Real Madrid in de finale tegen Frankfurt. Dus 7-2 of zo? 7-8, ja, het was heel 7-3. Veel tegen weinig. 7-3. 7-3, 3 golen van Puskas en 4 van Di Stefano. En dan ging er nog zo'n fotoke van de Hongaarse nationale ploeg, die de eerste continentale landenteam was dat op Wembley ging winnen tegen de Engelsen. Dus dat was heiligschennis in het voetbal. En dat was ook Puskas. En zo is dat eigenlijk wel gegroeid. Real Madrid, Puskas, en dan beginnen daar een beetje opzoekingswerk rond te doen. Het hielp dan dat ze veel wonnen. Heel veel toen. En dus dat is gebleven eigenlijk. Hè. Als je dan nu, zoals manager met Brugge daar in Bernabeu bent gaan spelen, dan moet toch geniaal geweest zijn. Het mooie was, dat is een onvergetelijke herinnering. Het mooie was dat, dus gebruikelijk dat je voor een wedstrijd Europees, dat je de lunch nuttigt met uw collega's van het tegenbestuur. Dus in dit geval was dat met Real, Perez als voorzitter. Ik zat er dan toevallig nog naast. En wat doe je? Je probeert toch iets te zeggen tegen elkaar. En die mens was zo vriendelijk van ook een keer te antwoorden. En dan ging dat over... Saaie lunchen, precies. En dan ging dat op een bepaald moment over... Ja, over van... En ik begon aan te vertellen eigenlijk over dat van Real Madrid en mijn vader. En mijn vader was mee. Hij was samen met mijn moeder en mijn schoonouders. Ja, omdat we dat ook nog eens wou meemaken, Real Madrid. En ik was er aan het uitleggen. En denk na de match. Dus die had dat allemaal opgeslagen op de een of andere manier, die Perez. En dus na de match stond hij daar met een truitje van mijn vader. Met zijn naam op. En, echt? Dat is wel klasse. Dan zetten we wel een klasse club. Ja, en dat was 2-2. Het was niet dat het groot feest was in Real. Hè. Je kunt dat doen als je zo 7-1 gewonnen hebt. Maar dan is het een beetje denigrerend. Bij de rust 0-2. Dus, en die had een truitje voor uw vader. Ja. Ah, dat vind ik knap. En ze kwamen mij halen zeggen, ja, van... Meskenclub. Ja, die Perez die is echt wel serieus in mijn achting nu. Ja, voilà. Dat was heel knap gedaan eigenlijk. Ja. Okay. Dus sympathie is gebleven voor Real. En snap ik. Ja. Doe jij dat nu ook zo met Brugge? Truitjes uitdelen en banden smeden. Ja, ik kan wel zeggen, toen Bob kwam, die had wel cadeautjes mee voor ons. Dat is juist. Maar ik wist dat er een taart ging zijn. Hè? Ja. Slim. Als je rechten gaat studeren aan de VUB, is dat wel in je hoofd met ik wil in die sportwereld iets doen? Of kon dat dan nog alle richtingen uitgaan? Ja, dat kon nog alle richtingen uitgaan, maar ja, ik zat er dan eigenlijk ook nog wel wat in op dat moment. Want dat was de periode van Eendracht Aalst. De eerste 2 jaren, dat was nog de kandidatuurjaren, nu is het bachelor. Dat is te lang geleden, hè. En ja, dat gebeurde al een keer, want ik reed toen op en af naar de trainingen met Gilles, die nou rijbewijs. En die woonde ook in de buurt en die pikte mij op en dan waren wij weg. Ja, en Gilles was natuurlijk op dat moment de komeet van Belgisch voetbal. En dat gebeurde al eens dat hij dus vroeg van... toen ik zelfs in het eerste jaar nog zat... in de rechter te zeggen, maar allee, jij moet dat toch allemaal weten hier, wat is dat hier, dat papier? Kijk, ik heb dat papier. 18. En dan worden ze een beetje naar rondkijken en dan, goed, op dat moment, laten we zeggen dat de contracten toen wel, dat er wat ruimte was voor verbetering. Ja. En dat zat dan in mijn achterhoofd dat ik zei van, oké, goed, ja, dat zou toch op een dag wat beter moeten allemaal. En naar het einde toe van die opleiding begon dat wel zo wat te komen, dat ik zei van, oh, dat is toch... Daar moet ik toch iets kunnen mee doen in het voetbal. Ja. En je bent nu fellow van de VUB. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, het fellowship is dat is eigenlijk in het leven geroepen om de officiële, de brug tussen de academische wereld en bedrijfsleven, in dit geval dan voetbal, wat hechter of dichter te maken. Dat wordt voorgedragen door iemand van de universiteit. In mijn geval was dat Michel Maus. En ja, dan maakte gewoon deel uit van een netwerk, een academisch en een bedrijfsnetwerk, waar je op gezette tijdstippen je kunt van gedachten over wisselen. Of als er een bepaald thema is, dan zit je samen en dan geeft u uw input. En dan wordt er al dan niet iets mee gedaan. Dat is eigenlijk iets... Dat is redelijk vrijblijvend. Dat is vrijblijvend. Ja, dat is vrijblijvend. Dat is ook een eer, toch? Nee? Om zo wel, ja, dat is wel, ja, dat was wel fijn, hoor. Ik bedoel... Ik zag dat ook niet direct komen, maar dat was er dan. Maar ja, dat is altijd wel tof. Hè? En sowieso leerde interessante mensen kennen. En dat is altijd fijn. Ja, het voetbal zit bomvol juristen tegenwoordig. Hè? En met de professionalisering van het voetbal is dat best nodig ook, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat ploegen die daar niet op inzetten om de link te leggen tussen die opleidingen en de sportievere kant, dat die achterwege blijven. Ik zie dat vaak bij kleinere clubs, dat ze moeite hebben om talent te vinden in hun organisatie. En ja, dan is zo iemand als u, maar Stijn Francis is ook ex-voetballer, die ook het rechtendiploma heeft behaald, wordt ook meteen opgepikt in de business. Ja, dat is the way to go, denk ik. Absoluut. Klopt het dat je ooit op de redactie van het Nieuwsblad hebt gewerkt? Ja, vakantiejob. Oké. Okay. Toen moest je nog eigenlijk een soort toelatingsproef doen. Maar dat was eigenlijk een voetbalquiz. Om op de voetbalredactie vakantiewerk te kunnen doen. Dat was bij ons ook, bij de academie. Ja. Hey, en de quiz van Evert Winkelmans. De zware voetbalquiz. Ik heb maar 5 op 10 gehaald. Ja. Ja, maar kijk, en dat was toen in een grote nala moesten we bijeenkomen, ik weet niet meer waar. We waren toen met veel, want dat was wel als vakantiejob. Wel, voetbalredactie, vakantiejob. En dat was François Collin was toen nog chef voetbal. En toen heb ik daar, denk ik, 2 maanden... Heb ik daar toen, of 3 maanden, heb ik daar toen stage dus gelopen met als groot hoogtepunt een stuk dat ik mocht zelf min of meer samenstellen. Dat is toch niet het effect van trainers ontslagen. Dat was toen het wetenschappelijk onderzoek. En wat was de conclusie? Niks. Dat het niet direct helpt, nee, dat is juist. Ja. Kort wel, maar dan structureel minder. Ja. Dat heb je wel meegenomen in je verdere carrière, dat 1 stuk dat je geschreven hebt. Ja, een paar keer al gezondigd ook eigenlijk. Ja. Ja, je wordt dan makelaar. De Bilde, Keulemans, Van der Hagen, die waren uw klanten? Ja. Oh, ja, ik ben aan de balie gegaan, ik heb mijn balie-examen gedaan, dus dan, als advocaat bleef dat dan wat terugkomen. Die gasten, ploegmaats, die dan toch ook wel inzagen dat er op vlak van ja, juridisch advies ook wel wat marge voor verbetering was. En maar die dan elke keer een dubbelcheck deden. Jong. En ja, ik was jong. Ja. Die vertrouwde dat dan wel? Die vertrouwde dat... Ja, het zijn van wel. Ja. Maar dat is dat kleedkamerverleden. Maar waren er, nee, maar goed, voor mij was dat meer een... Dat was niet direct om geld te verdienen. Enfin, om echt geld te verdienen. Natuurlijk, kijk, je wilt ervoor vergoed worden, maar het was meer om echt een keer te kunnen kijken achter de schermen van clubbesturen of beleid en hoe dat er met contracten... want op dat moment, toen ik afstudeerde in 1997, was nog geen sportrecht. Bestond niet. Nu heb je meerdere opleidingen aan ongeveer alle universiteiten of hogescholen rond mastersportrecht. Was onbestaande toen. En dus dat zat echt nog in zijn kinderschoenen. En dat was ook nog de tijd waarbij dat nog heel veel vrijwilligers werkten op de bureau van profclubs. Hm. En dan is dat natuurlijk allemaal in een versnelling gekomen en is er in al een beweging gebeurd. Nadien ga je samenwerken met Dirk de Graan bij SEM. Als ik dat zo las van wie jullie toen allemaal vertegenwoordigden, moet dat toch een van de grootste kantoren toen geweest zijn? Dat was op een bepaald moment zeker het grootste kantoor. Dirk, Paul Courant deden voetbal en Paul de Geiter deed samen met zijn broer wielrennen. En dat was iets nieuws. Dat was een beetje op het, zou zeggen, de internationale leest, IMG, waarbij dat je een soort full circle treatment of management waarneemt of behartigt van de sporter. En dat sloeg aan. Dat sloeg aan bij voetballers, dat sloeg aan bij wielrenners, want wielrennen bestond nog niet. Eigenlijk was Paul op dat moment pionier voor het wielrennen. Die heeft echt ook 90% van het Vlaams peloton gehad, denk ik. Ja, dat waren er heel veel. Dat waren echt alle grote. Werd jij verantwoordelijk voor Frank van den Broeke? Nee. Jij deed geen... Nee, wielrennen wel. Ik was er wel... Paul vroeg mij regelmatig iets mee voor juridisch advies of een check van een contract. Of dat het nu arbeidsovereenkomst of een sponsorcontract was. En ja, dat klikte vrij goed met Frank. Beide van 74. En goed... een paar uur in de auto gezeten en dan klik het of klik het niet. En dat klikte wel redelijk goed, ja. Het is dan ook dat de topclubs wel wat naar u beginnen kijken. Ik heb gelezen dat Jos Vase met Genk zeer geïnteresseerd was. Dat was eigenlijk nadien, toen ik bij Zulte Waregem was. Ah, oké. Ja. Ik heb dat hier. Maar... Ja, nee. Okay. De eerste keer dat ik weet dat van interesse van Genk was toen ik al bij Zulte Waregem werkte. Ja. En van Anderlecht? Dat was voor Zulte Waregem. Eerste contact. Oké. En klopt het dat je daar een contact getekend hebt ooit? Nee, maar dat was er heel kort bij. Oké. Om de opvolger te worden van Olsbeek? Ja, goed. Nee, eigenlijk... wat is opvolger? Hè? Ik bedoel, dat was ook nog... Tandem dan? Of dat was ook nog... als ik het goed voor heb, staat Michel Verschuren er ook nog. Alleen niet meer als algemeen directeur, maar die heeft in een andere rol. Dus het was in het begin van de periode van Herman van Olsbeek. En het was meer eigenlijk ter versterking van zijn team om erbij te komen. En ik denk dat hij toen de redenering maakte van kent voetbal, juridische opleiding, heeft ook nu ondertussen wat ervaring met de specificiteit van contracten en het afsluiten van contracten. Dus ja, dan zijn die contacten... op een bepaald moment heel concreet geworden. Waarom geen makelaar gebleven? Want ik vermoed op korte termijn dat daar meer geld mee te verdienen zal geweest zijn. Absoluut. Maar ik voelde eigenlijk... Ja, ik was eigenlijk meer getriggerd door het clubverhaal. Het neerzetten of uitbouwen van een organisatie met meerdere mensen. Verschillende facetten. Ik zei al dat ik nogal een breed interesseveld heb. Het makelaarschap, of deels ook advocatuur, is nogal hetzelfde. Ja. Dus zeker in de zakenadvocatuur, de transactionele. En daar is heel veel herhaling. En ja, het leiden van een club of het meebesturen van een club, dat is eigenlijk een bedrijf leiden. Dat heeft te maken met het operationele, met het financiële, met het juridische, met het commerciële, communicatie. En dat sprak mij meer aan. Vandaar dat ik daar ook die weg ben ingeslagen. En ja, ik ben blij dat ik de andere kant ook gezien heb. Dat heeft mij ook geholpen in onderhandelingen. Dat heeft mij ook een voorsprong gegeven. En ook al wel wat resultaat opgeleverd. Ja, maar je naam ook op de kaart gezet eigenlijk ook, hè? Ja. Toch? Ja, juist. En op dat moment denk ik dat ik een beetje het geluk gehad heb dat ik door zelf wat gevoetbald te hebben gehad en dan vrij jonge leeftijd een aantal spelers te hebben gekend die doorbraken. Want ik speelde dus inderdaad in dat Eendracht Aalst. En dan waren er nog een aantal van mijn periode bij Anderlecht. En die gasten hebben dat ineens uitzonderlijk goed gedaan. Ja, moesten dat er geweest zijn, die zouden zijn afgezakt. Goed, het ging misschien anders gelopen hebben. Dus dat heeft ook in mijn voordeel gespeeld. En dan zijn er natuurlijk op dat moment, in de periode waarin dat er nog geen sportrecht is, waarin dat er nog echt professionele sportorganisaties nog in de kinderschoenen stonden, waren er niet zoveel. Dus het zal een beetje het verhaal van één oog in het land der blinden geweest zijn. En dat heeft mij dan wel een aantal kansen geboden die nu niet zo voor de hand liggend zouden zijn, omdat je natuurlijk veel meer profielen, om het zo te zeggen, zoals ik er een was toen. Het lijkt mij ook leuker voor een club te werken, omdat je meer als een team fungeert. Nee, ik denk, een makelaar is dat niet eenzaam. Nee, maar als algemeen manager wel, als het een negatieve beslissing is, gaat het niet een team zijn geweest. Nee, maar je bouwt wel samen naar iets toe. Dus wat Evert zegt, herken ik wel dat je... ik heb ook meer... Ik kan er meer van genieten, van samen tot de resultaten komen, dan alleen een goed resultaat hebben neergezet. Dat is ook plezant. Het feit dat je verantwoordelijkheid hebt, brengt ook wel altijd een stuk eenzaamheid mee, maar dat heeft meer te maken met de eindverantwoordelijkheid. De weg er naartoe, dat is plezant. Hè? Ik heb het er juist gezegd over het transferteam van club. Dat is ondertussen een team. Ja, er zit een jurist in, er zit... financiële man, communicatie is erbij betrokken, recruitment, compliance ondertussen. Ja, dat is een heel team. En als je dan kunt werken aan de totaliteit van een succesvolle mercato, en dat lukt dan, dan is dat wel heel geestig om dat samen dan te vieren of van er samen een keer op terug te blikken. Hetzelfde met al die andere afdelingen, want het is ondertussen een... ondertussen is het een stevig bedrijfje geworden. Hè? 80 man las ik. Extra sportief. Ja, kan tellen. Ja. Heb je dat ook nodig, zo de constante druk? Het eigenlijk bijna elke dag tot het uiterste gepusht worden? Want dat heb je wel meer bij een club dan als makelaar, denk ik. Nee, maar dat is ook niet zo, hè, dat elke dag gepusht wordt, omdat je hebt je heel drukke periodes. En die liggen in mijn geval op twee vlakken. Dat is... De weken en de maanden met 3 matchen per week, dat is nu. Dus de Europese wedstrijden die eraan komen, en dan heb je ook nog de play-offs specifiek. Dat is een heel intense, drukke periode. En dan heb je de Mercato, die ook specifiek is. Het begin van de Mercato is dan weer een beetje rustiger, omdat je dan geen wedstrijden hebt. Het einde van de Mercato is dat iets intenser. Maar je zit toch elke week weer opnieuw met dat resultaat. Dus je moet elke week toch op zijn minst er alles aan doen om te winnen. Dus je zit elke week met die druk. Allee, jullie komen ook heel vaak in beeld tijdens de wedstrijd. Jij, Bart Verhagen, dan nemen ze zo'n shot van het publiek. Ik mag toch denken dat ik daar vaak stress op aflees. Zeker als jullie achterstaan. Dus dat is toch elke week opnieuw de cliffhanger. Dat is toch een zwaar beroep. Ja, dat is juist. En die stress is eigenlijk toegenomen, omdat je in de Belgische competitie... zijn we ondertussen al een paar jaar de te kloppen club. En winnen is normaal geworden. Ja, fans verwachten dat ook. Sponsors verwachten dat. En, media verwachten. En dan is eigenlijk elke niet gewonnen wedstrijd voelt aan als een gemiste opportuniteit. En dat is een beetje er waren andere frustraties op het moment dat we nog een achterstand in te halen hadden. Maar je had toch iets minder, althans ik, die druk van... Ja, nu moet het. Je wist toen van... gedurende 21 jaar wist je... Als je naar Anderlecht ging, was het voor club Oké, goed, dat zal waarschijnlijk wel weer verliezen zijn. Nu is hem aan het glunderen. Nu is hem aan het glunderen. Maar we hebben dat wel ondertussen wel gecorrigeerd. Hè? Ja. En dus je had zo'n aantal wedstrijden in de, laten we zeggen, beginperiode waarvan dat je zei, oké, ja, het wordt bijna verwacht dat je hier zou verliezen. Zeker Europees ook. En nu de laatste jaren zit je natuurlijk door de successen die er zijn gerealiseerd, zitten eigenlijk meer in het gegeven van maar het moet wel, hè. Het moet wel, het moet wel, het moet wel. En in die zin is dat wel, althans voor mij voelt dat wel stresserend. Het moet gewoon ook elke week, dat is er bij Club Brugge heel hard veranderd. Hè. Ik hoor, al die fans van Brugge zijn ook veranderd, vind ik. Ik zie dat in mijn omgeving zijn er wel heel veel voor Club Brugge. Dat is niet meer van we zijn een keer blij als we een keer in een topmatch winnen of eens een schone Europese avond hebben. Nee, je moet elke week winnen. En die zijn echt heel kritisch geworden, die fans. Ik verschiet daarvan. Nu al, met die match tegen Eupen was het al paniek. Dat is ook een topploeg. Ja, ik zeg, jongens, rustig. Nee, maar dat is ergens, hoe zeg je dat? Dat is een brevet. Dat je krijgt opgespeeld dat je het goed gedaan hebt. Hè, als die fans zo kritisch worden van één nederlaag tegen Eupen. Maar dat zorgt toch wel voor enorme druk, denk ik. Absoluut. Je kunt niet alles winnen. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Er is mij verteld dat als jij zou meedoen aan de slimste mensen, dat je daar bijzonder goed op zou scoren. Dus wij hebben... Is dat ook Leo die dat gezegd heeft? Nee. Ah. Maar ik ga die naam niet zeggen. Oké. Allee, hopelijk. Want misschien vloept het er zelfs toch uit. Ik heb dus 5 vraagjes. Ja. Wat weet je over Mick Jagger? Frontman, zanger, Rolling Stones. Ting, ting. East London. Brit, ik hoor het goed. Zeer veel vrouwen en zeer veel kinderen en zeer veel sekssymbool, juist. Kinderen. 1943 geboren. Zoeken we niet. En Satisfaction, Jumping Jack Flash. Is het in die zin dat je het zoekt nog? Nee, is het een... voetbalfan, onder andere. Ja, maar geridderd. Sorry. Ja. Wat weet je over de film? Door Keith Richards, trouwens. Ja. Sorry? Het Starship is door Keith Richards gewijzigd. Okay. Ja. Voilà. Wat weet je over de film Titanic? Dat is een gemakkelijke. James Cameron, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. De boot zinkt. De boot zinkt, ja. Het was in 1912. Alleen niet de film, maar de boot. Maar we zoeken de film. 1995, 96, 97. Juist. Ja. En ik had ook nog Orkest Jack and Rose. En waanzinnig veel Oscars, toch? Dat hoorde veel. Ja. Wat weet je over de in 1994 uitgebrachte cover Go West? Rode Duivels, USA, WK. Juist. Hoge stem, Danny Boffin. We verwachten een imitatie, hè? Dat doen ze ook in de slimste mensen. Van Danny, Van Danny was geweest. En dan... met wie was dat? Je hebt al alles gezegd, denk ik. Eigenlijk. Gelukkig. Ja. Naar een idee van Karel Uibrechts. Die had je nog niet gezegd. Nee. Wordt u ingefluisterd. Ja, hetzelfde kapper dan Danny. Allerlaatste, wat weet je over de Brugse Metten? Brugse Metten is een voetbaltoernooi dat genoemd is, voetbalwedstrijd genoemd is naar een nacht in de aanloop naar de Gulden Sporenslag, waarbij dat er een nachtelijke moordpartij op punt werd gezet tegen de Fransgezinden en waarbij dat er op de deur werd geklopt volgens de legende en gevraagd werd schild en vriend. En degene die daar met een iets wat Frans accent op antwoordde, die kregen een goede dag of naar gelang een mes tussen de ribben. Voilà. Ja, ik denk dat dat volledig is, Quint. Ja, sterk. Applausje. Vincent, Zultuarium dan. In 2007 tekent je bij Zultuarium. Die hadden net met semi-profs de beker gewonnen. Dus het Europese avontuur wachten. Ja. Een bijzonder grote uitdaging, denk ik. Klopt, ja. Dat was... Ja, dat was nog de periode van Frankie Durie als deeltijds politieagent. Ik las het in het jaar daarvoor vrijavond gepakt zonder wedden. Ja. Nee, dus hij heeft dan nadien is hij dan nog 5 jaar verlof zonder wedden genomen, maar dan was hij voltijds. Maar Tim Matthijs stond in een sportwinkel Stijn Minne was landmeter. Nathan Damers, dakdekker. Ludwig van Nieuwenhuis is gewoon een vloerder, zelfstandige. Dus die trainingen worden ook laat in de namiddag. De Leu, zelfstandig verzekeringsagent. Dus je weet, ja, dat was nog heel specifiek. Ja, omdat dat ook zo uniek was nog. Dat was ook toen de working class club. En ja, dat was die overstap naar... het was zelfs nog geen semi-professionalisme naar... Eerst naar semi-professionalisme en dan naar professionalisme. Je had daar nog de camping naast het stadion, waar je de specificiteit had dat daar uiteraard Nederlandse kampeerders kwamen, ook tijdens wedstrijden, waarbij dat er dan de waslijn was met ondergoed. Dat ook nog uiting. Zwart, dat was een beetje werk. Gezellig wel. Maar dan moesten we inderdaad Europees voetballen. Dus dat waren bijzondere avonturen, maar ik heb daar ook ongelooflijk veel geleerd. Lijkt mij wat denk je wel als je eraan komt en daar allemaal mee geconfronteerd wordt van... Shit, dit gaat een lange adem worden. Ja, ik had een aantal gesprekken gehad, maar reality bites soms, en toen was dat wel het geval. Zeker dat, ja. Maar zoals dat Evert ook zegt, het was wel een unieke kans om echt met alle facetten direct er te worden ingegooid en ervoor te zorgen, samen met trouwens een aantal heel hardwerkende vrijwilligers of mensen die daar ook net begonnen, om daar... Ja, de betrachting was toen nog, ik weet dat we zeiden, van we zouden eigenlijk moeten proberen om het Westerlo te worden. Dat was toen het Westerlo van West-Vlaanderen. Het Westerlo was toen stabiele middenmotor. Stabiele middenmotor was dat. En dat was eigenlijk zo wat het voorbeeld op dat moment. Maar je kunt niet binnenstappen toch en daar 20 spelers een profcontract geven, allemaal tegelijk. Nee, maar dat is ook niet gebeurd. Hè. Dus dat is dan geleidelijk aan gebeurd. Op het einde van dat eerste seizoen heeft Frank Udry dan... verlof zonder wet genomen en is hij dan voltijds trainer geworden. En geleidelijk aan, voor een aantal spelers was dat evident. Tim Matthijs, om die maar te noemen. Maar ik denk dat het moeilijker is om ze niet allemaal, alle 20, een profcontract in één keer te geven. Ah, maar gaat er ook een aantal die dat niet wilden. Hè? Bijvoorbeeld Leleu, die zei van, ja, maar nee, voor mij... Ik wil verzekeringsagent blijven. Absoluut, ja. Die zei, ja, nee. Want die was ook al 8, 29 of zoiets, of 30 zelfs. Dus je had een aantal die liever die combinatie behielden. En dus is dat eigenlijk wat geleidelijk aan gebeurd. En voor zover ik weet is... Nathan Damers die is wel overgestapt. Maar bijvoorbeeld Ludwig van Nieuwenhuis, die heeft zijn zelfstandige praktijk gewoon gehouden. Je hebt daar wel een aantal schoon transfers gedaan ook. Ik heb Jelavic, Berrier, Chevalier. Hoe anders was dat om transfers te doen voor Zulte Waregem dan nu voor Brugge? Er was minder geld. Heb je daar 5 borden om omhoog te houden? Of? Ja, dat was minder geld. En op zich dacht ik, dat frustreerde me soms. Ik heb dan later ingezien dat geld hebben soms nog moeilijker is om transfers te doen. Maar ja, wij waren verplicht om heel snel te zijn in onze screening van de landen. En dat was voornamelijk de focus op Frankrijk. Je hebt er Berrier, kwam van Cannes, 3e klasse. Chevalier was Fransman, maar speelde bij Franborin in Belgische 3e klasse. Dus je zat op de lagere klasses in België te mikken. En op Frankrijk, wat dat reservoir van heel veel talent is. En we zaten toch wel vrij dicht tegen die Franse grens. Delaplace is ook nog een voorbeeld ervan. En een Bayeleye van Amiens, dat op de bank toen. Ging je die dan zelf scouten? Nee. Dat heb ik eigenlijk nooit... Ik heb dat zeer uitzonderlijk gedaan, omdat dat ook zeer tijdsintensief is. En, maar wel gezorgd dat er mensen waren die dat konden doen. Maar zij hadden wel heel veel vertrouwen in uw team. Dat moet. Hè. Ik bedoel, per definitie moet je proberen om mensen aan te werven waarvan dat je denkt dat ze kwaliteit leveren en dat je ze kunt vertrouwen. Maar ik heb toen veel gehad aan Toon Mertens, die nog voor Anderlecht en Willem II gewerkt had. En die denk ik juist vrij was. En toen heb ik met Toon een paar gesprekken gehad en gevraagd of dat hij bij ons wou komen. Hij heeft dat dan gedaan. En dan samen met onder andere nog Luc Danes, die dan naar Gent gegaan is. En nog een aantal andere mensen. Maar Toon heeft wel die scoutingsorganisatie op punt gezet. Database, planning. En daar heeft Zultuarium toch veel aan gehad. Ja. Ja, want je praat ook nog over voor het Wisecout-tijdperk, voor alle videobeelden. Wij waren de eerste klant in België van Wisecout. Als Zultuarium zijn. Ja. Ja. Okay, cool. Toon zei toen, ja, ik moet een keer iets tonen. En ja, dat is uit, en dat is Italiaans, en ja, dat moeten we hebben. En dan gezegd, oké, goed, we gaan dat doen. Allee, die gasten uitgenodigd. En dan ja, gezegd van, kijk, allee, maak een goede prijs, want we zijn de eerste en we zullen dan, als het goed is, een beetje goede commentaar geven. En, maar andere ploegen niet gelukt. Beter maken, hè? Ja, dat is vrij goed gelukt, ja. Maar wat was dan uw rol in heel het traject? Jij besliste uiteindelijk op basis van de verslagen en dit alle onderhandelingen, of... Wij hadden een transfercomité met een vergadering. Dus Toon was erbij, de hoofdcoach Frankie, Willy Nases, voorzitter, en dan nog een bestuurder, Joris Verschuren, en ikzelf. En daar ja, werden dan de profielen besproken en de namen op de lijst. En het voorbereidend werk deden Toon en ik. En dat was eigenlijk een beetje volgens het systeem waarop dat we nu nog altijd werken. Proberen met 3 tot 5 namen te werken per positie. Klaar zijn om op elk moment van de Mercato elke positie te kunnen inwisselen. En klaar zijn was dan, de vertaling daarvan was eigenlijk, ja, we moeten in staat zijn om op 24 uur een transfer af te ronden wanneer dat noodzakelijk zou zijn. Want we zaten natuurlijk in een positie waarbij dat er ook elk jaar spelers vertrokken. Wat dat ook noodzakelijk was voor de financiering van het later te bouwen stadion en oefencentrum. Ja, ik wou het zeggen, dat was niet om een voorsprong te nemen, dat was eerder om leefbaar te zijn waarschijnlijk. Ja, nu goed, er was wel voordien al een goed financieel beleid. Dus de mensen van Zulte en Waregem, waar dat er nog toch wel wat gevoeligheid was toen op dat moment, maar die hadden elkaar gevonden en er waren wel mensen die wisten waarmee dat ze bezig waren en elkaar het licht in de ogen gunden. En van daaruit ja, is er eerst gezorgd voor sportieve stabiliteit, financiële stabiliteit. En ja, goed, ik denk dat Zulte Waregem, oké, nu hebben ze het laatste jaar een beetje moeilijker, maar... Ja, maar we hadden vorige week van Q3 en het viel ons op hoe weinig Zulte Waregem eigenlijk de laatste 10, 15 jaar tegen degradatievoetbal heeft moeten spelen. Echt? Ja. Echt amper. Ja, en dan... dat was toch een paar bekers gewonnen, of 2, en dan bijna kampioen. Ja. Want die transfercomité's, zowel bij Brugge als bij Waregem, is dat altijd unaniem dat jullie ja moeten zeggen? Of zijn er gasten die zeggen, ik druk door op die en die komt? Finaal is het in principe de algemeen directeur en de voorzitter die dan doordrukken. Het is niet zo verstandig om iets door te drukken tegen de wil van een trainer in. Of van de voorzitter. Ja, maar dan gebeurt het niet. Dat is waar. Hoe zeg je dan uiteindelijk bij Club Brugge terechtgekomen? Gevraagd. Dus vragen die u belden? Ja. Herinnert je dat moment nog? Ja, ik weet nog ongeveer de periode wanneer dat was. Ja. Dat weet ik nog. Oké. Hij neemt u mee, maar hij wordt niet meteen voorzitter, hè? Nee, omdat dat statutair ook niet kon. Hij was dan aangezocht door de toenmalige raad van bestuur om een analyse te maken, een doorlichting van club. En dan met aanbevelingen te komen en... ja, een van die aanbevelingen was kennelijk dat het management moest versterkt worden. En zo was hij dan bij mij gekomen. Is dat dan met een uitnodiging op zijn kasteel? Nee, dat was bij hem thuis. Dat is nog next leveler. Dat is exclusiever eigenlijk bij hem thuis. Ja, ja. Dat is echt belangrijk. Ja. Ja, maar Luc de Vroe wordt wel vervangen door Mariman en Vermand. Dus dat is niet dat jij sportieve leiding toen had? Nee, want ik ben ingestapt 1 maart, 11... En ja, de vervanging van Luc door Henk en Sven was voordien. Jullie hebben nu eigenlijk ook niet meer echt een technisch directeur, hè? Nee. Naar op zoek? Of is het goed zoals dat nu is? Ja, dat is onvermijdelijk. We zitten in een... de structuur moet altijd in beweging zijn, moet dynamisch zijn en... Ja, we zijn al heel veel gegroeid. Er komt een nieuw stadiondossier aan, hopelijk snel. En het is hoe langer hoe meer een teamwerk van meerderen, eerder dan individuen die met 2 of 3 of alleen de zaken beslissen. Dat is een model dat geleidelijk aan verdwijnt. Althans, wanneer dat je dat model wilt gepaard zien gaan met succes. Dus... En ook alleen bij een topclub. Ik denk dat bij de kleinere ploegen dat wel vaak één iemand gaat zijn die verantwoordelijk is. En ja, dat hangt natuurlijk af van, inderdaad, van als je heel veel wedstrijden hebt, zoals Europees, dan heb je ook gewoon meer handen en hoofden nodig. Maar dat is ook de tendens, en dat is ook een logische tendens, dat je, als het bedrijf groeit, dan heb je meer mensen nodig. Ik wil wel zeggen, blijf van Tom Kaluwe af. Ik heb hier echt staan om je te pesten. Tom Kaluwe is wel heel goed bezig, dat kan we mechelen. Okay, wat heb je eigenlijk allemaal, wat is het grootste dat je veranderd hebt, puur aan de manier van werken van Club Brugge, als je nu terugkijkt? Ja, algemeen. Ik denk dat iedereen... dat er meer duidelijkheid is in de organisatie van wat willen we bereiken, hoe gaan we dat doen en wie heeft waarin welke verantwoordelijkheid. Okay. Dat klinkt heel basis en dat is het ook. Basis. En dat is het ook. En dat doorgevoerd voor alle afdelingen, want ik heb al gesproken over meerdere afdelingen, en heel specifiek voor het sportieve, uitgaan van het gegeven dat je succes niet kan garanderen, maar dat je wel er alles kunt aan doen om het falen of de kans op falen te verminderen. En dat is... dat zit dan vaak in het detail. En dan moet je een goede analyse maken van oké, waar zitten de onzekerheden? En dan heb je onzekerheden waar dat je niks kunt aan doen. De bal binnenkant paal, buitenkant paal. De wind op het verkeerde moment mee of tegen. En je hebt zaken waar dat je wel iets kunt aan doen. En dat heeft heel veel te maken met het verhogen van de performantie van uw spelers. Dus je moet zorgen dat je dat goed in kaart krijgt van oké, wat is die specifieke speler? Wat zijn zijn sterktes? Waar zijn zijn werkpunten? En dat verschilt voor iedereen. En daarvan vertrekkende een team samenstellen die heel specifiek met individuele expertise kan zorgen dat ofwel de spelers fysisch, mentaal, qua voedingsgewoontes een hoger niveau kan halen. En dat is wel iets dat je onder controle hebt. Dat is iets dat je kan, als de speler mee wilt. Maar zover gaan jullie wel echt. Ja. Ik denk dat we nu een goede verhouding gevonden hebben tussen het collectieve, want uiteindelijk is het een choreografie op het einde van de week, soms 3 keer per week. Blijven in dat Chinees circus. Die moet samen blijven. Maar in het begin van de week is het voornamelijk ook het bekijken vanuit het gegeven van een individueel atleet. Want dat zijn gewoon andere atleten. Het zijn andere spiergroepen. De positie verschilt ook al eens. Het is belangrijk bijvoorbeeld dat het uithoudingsvermogen van een flankspeler moet gewoon beter zijn dan die van een diepe spits of een doelman. En die individualisering, die specificiteit, als je daar lang genoeg over nadenkt, dan is dat eigenlijk gewoon logisch. En dan moet je daar proberen elke keer de volgende stap in te zetten. En dat is een proces dat je eigenlijk wel wat kunt beheren. Alleen hangt het dan uiteindelijk nog af van of dat de speler erin mee wilt. Want we hebben geprobeerd om het voedingspatroon van bijvoorbeeld Philippe Guedos ingrijpend te wijzigen. Dat heeft Tuur Dirks hier al eens gezegd. Dat was niet gelukt. Maar dat is niet gelukt. Bij Tuur was het trouwens ook niet zo simpel. Dat is mooi, want Guedos kan dat hier niet komen zeggen. Ja, dat is mooi dat niemand het zegt. Maar er zijn heel veel topclubs en heel veel wannabe topclubs die dezelfde weg op willen als jullie. Waarom zijn Bart Verhagen en jij dan zo uniek? Waarom zouden jullie iets meer of beter kunnen dan een ander? Dat vind ik zo raar, dat jullie op 10 jaar tijd een enorme inhaalbeweging hebben gehaald, plus een voorsprong hebben genomen. Hebben jullie iets magisch? Jullie vertellen toch ook maar de simpele dingen dan, hè? Ik vraag me dat af, waar maken jullie het laten omringen? Ja, door wie je laat omringen, is dan doorslaggevend, lijkt mij. Wel, ik weet natuurlijk niet, en dat meen ik ook. Hè. Ik bedoel, je kunt soms een beeld trachten te vormen van hoe dat er gewerkt wordt of binnen een andere club, maar als je niet werkt, kun je het ook moeilijk Maar jij weet inschatten. Toch wel waar dat jullie het beter doen, waar dat jullie het verschil maken. Ja, maar ik denk dat we misschien door het gewoon eigenlijk redelijk basic te houden, maar wel gedetailleerd en daar dan echt ook vol voor te gaan, dat we al geraakt zijn waar dat we geraakt zijn. En inderdaad, met, zoals dat Sam zegt, ja, ook met de juiste mensen erbij te betrekken. Hè. En ja, dat geldt zowel op het niveau van het bestuursvlak, want we zijn nog altijd met dezelfde mensen. Oké, er is sinds 1 juli 2021 een Amerikaanse investeerder bijgekomen, ook met oog op het stadion. Maar voor de rest zijn het allemaal nog dezelfde mensen. En we hebben in de directie... het feit dat jij eerst Bob Madou had uitgenodigd voor mij, dat toont ook het belang aan van... Verloren wel. Dat was voor te lachen. Nee, dan hebben we... dus ook goede mensen die in hun job gewoon ook de beste zijn van dat dit land en die sector te bieden heeft. Hm. En wij zijn er natuurlijk dan het uithangbord van en de exponent. En als het goed gaat, dan straalt het succes af op de uithangborden, zoals dat het in de beginjaren soms al een keer minder ging. En dan was dat iets minder plezant, want die perceptie is wel wat gekeerd. In het begin... Ja. Goed. Ik heb hier mijn volgende vraag is, mogen we zeggen dat de aanstelling van Lekes uw grootste fout was als manager van Club Brugge? Ik denk dat we het niet moeten... hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat we het niet mogen enten op ene naam. Ik denk dat we gewoon het eerder moeten zien als, en dat geldt trouwens toen ook voor Georges Lekes zelf, ik denk dat gewoon aantoont dat we op dat moment eigenlijk nog niet in staat waren om echt de juiste strategische keuzes te maken. En we hebben aanstelling van Georges Lekes gehad, we hebben de benoeming van Garrido gehad, dat waren moeilijke momenten. We waren dan op zoek ook naar het juiste evenwicht sportief, waarbij dat we ook nog niet die connectie hadden met de achterban. Want de achterban vroeg zich ook af, waar gaat dat juist? Waar gaat dat eindigen en wat is dat? Dus dat is die zoektocht geweest, waar dat we wel in geslaagd zijn. En dat vind ik eigenlijk nog altijd een grote verdienste. We zijn nooit uit die top 3 gezakt. De perceptie, en ik merk dat, als je daaraan zou terugdenken, soms wordt er nog eens gesproken over de extreem moeilijke beginjaren. We zijn een paar keer derde schijnig. We zijn ook toen in de jaren een keer tweede schijnig. Ja, dat viel nog wel mee. We hebben nooit echt een sportieve shoot gehad, waarvan dat je zei, wat is dit hier? Dus elke keer play-offs, elke keer dat podium, elke keer... Ja, jullie deden wel straffe transfers, ook niet de minste namen als trainer. Dus ik denk dat dat daar meer mee te maken had van... Ook, het komt er dan niet helemaal uit in het begin. Met ook de manier waarop denk ik zeker Bart Verhagen op dat moment gepercipieerd werd en ook zelf naar buiten kwam, als in van ik ga het hier allemaal veranderen. Hij sprak van Barcelona, FC Barcelona en hij had in de lift gestaan met de Barcelona-spelers en that's the way to go. En ik ga van Club Brugge een modern voetbalbedrijf maken, waarmee hij misschien wel doelde op de rest is dat nu niet. Die perceptie was wel van, die mannen die gaan het hier allemaal eens komen uitleggen. En misschien in de conservatieve voetbalsector was dat direct van, we gaan die jongens wel even op hun plaats zetten. Ja, absoluut. Ik was al iets meer gewoon, maar voor Bart was natuurlijk... Dat voor Bart en voor nog mensen die uit zakenleven komen, dat is die enorme... wat dat nieuw is en toch wel impactvol is, die enorme visibiliteit. Want uiteindelijk, de dingen die je daarnet opzomt, uiteraard probeert je te leren van FC Barcelona, op dat moment Masia... La Masia met doorstroming van eigen opgeleide talenten. Natuurlijk, als je dat zegt intern, is dat een quasi-logica en proberen daar dan de dingen uit te halen die van toepassing zouden kunnen zijn op club. Als dat outspoken is in de media, goed, dan wordt dat inderdaad aanzien als... met de letterlijke uitspraak, zie eerst is dat je iets wint, vooraleer dat je begint te zeggen hoe dat iedereen het moet doen. Maar dat is ook een learning, dat is ook een leermoment, zoals dat we er nog gehad hebben. Wat ook normaal is in zo'n proces, denk ik. Ja, en het ding is, denk ik, dat we wel in staat geweest zijn om... we hebben uiteraard fouten gemaakt en verkeerde beslissing genomen, maar we hebben wel gezegd, wacht, we gaan het even analyseren, want dat was niet oké wat we toen gedaan hebben, of de beslissing die we toen gepakt hebben. Hoe gaan we vermijden dat we naar de toekomst dat nog eens gaan tegenkomen en hoe gaan we zorgen dat we betere beslissingen kunnen nemen? Ik heb er al gezien, die blijven bij hun spreken vasthangen aan het grote gelijk. Ja, en dan, ja, dan schuift het helemaal naar beneden. Hm. En je moet op een bepaald moment ook kunnen zeggen, ja, oké, dit was gewoon verkeerd. Our bad, my bad. En we pakken het, assumer en uitleren en dan proberen om het beter te doen. Het kan een perceptie zijn, maar het lijkt me wel alsof dat Verhagen een stap terug heeft gezet als hij in het gezicht te zijn van Club Brugge. Ja, hij is nog altijd, betrokken, hè, Bart. Maar ik denk dat we gewoon, of in de totaliteit, ja, als de zaken goed lopen, heb je ook minder de neiging om heel visibel te zijn en om heel uitspokend te zijn. En we hebben, zoals ik zei, we hebben teams die gewoon supergoed draaien, die autonoom draaien en waar dan we uiteraard nog proberen om dat nog op een hoger niveau te krijgen. Maar ja, ik kan toch al... Allee, ik kan zeggen dat de zelfsturing of de autonomie van heel veel binnen Club Brugge ook maakt dat we daar niet zoveel meer moeten intussen fietsen. Dus veel fietsen. Meer rust precies ook nu in heel de club. En dat lijkt als buitenstaander, lijkt de aanstelling van Predom daar heel veel in veranderd te hebben. Omdat het dan ook een trainer was die, ja, dat wist je, die mocht denk ik 2 keer die top 3 of zo eens doen, voordat het echt moest. Ja, dat is juist. Dat is eigenlijk, daar is de kentering gekomen, omdat wij zelf ook al wat geleerd hadden uit onze fouten. Was die moeilijk te overtuigen? Ik had met Michel eerder al gesproken, maar toen was het moment er niet. En toen ik hem nog eens contacteerde, toen was het moment er wel. Hij wou terugkomen naar Europa. En... Dat is wel iets wat heel veel terugkomt in alles wat gezegd, vind ik. Zo'n eerste gesprek of alles gepost. Blijven warm houden. Maar daar is het, vind ik... daar gaat het over. Ik vind dat het heel belangrijk is dat je een breed netwerk hebt en dat je dat ook onderhoudt. En dat je afhankelijk van de... Anders wordt het wel heel korte termijn opportunistisch. En ja, ik heb ook contact met... Of probeert ook contact te onderhouden met oudspelers om ook wat geïnformeerd te worden over hun nieuwe ploegmaats. En zo is dat ook met coaches en zo is dat ook met andere bestuurders. Dus ik zie dat als een enorme... Ja, rijkdom. En dat is ook nog eens fijn om gewoon met die mensen in contact te blijven. Maar Predom is toch iemand die binnenkomt en heel veel zelf wil beslissen. Die wil het professionele rond dat eerste elftal toch helemaal zelf domineren. Dus dat was voor jullie toch een atypische aanstelling om te zeggen, we gaan er eens iemand bij halen die eigenlijk de beslissing gaat nemen in plaats van wij. Ja, maar die perceptie is niet helemaal de realiteit. Michel is iemand die zich heel goed informeert en dan ook heel lang... We hebben toen heel veel gesproken, een paar keer zelfs. Ik heb mijn vlucht uitgesteld toen ik in Bordeaux was. Maar omdat dat ook wel zo interessant was. En je kunt met hem eigenlijk hele goede afspraken maken over wat is de rol van de voorzitter, wat is de rol van de algemeen directeur, wat is de rol van de trainer en wat is de rol van... Hij wou niet alles te zeggen hebben. Nee, en het is ook iemand waar je die afspraken kunt mee maken. Ik herinner mij nog goed in zijn eerste jaar... Ik had gezegd, voor de aanstelling, kijk, Michel, dat was in september, dus ongeveer 9 jaar geleden zijn, eind september 2013. En ik zei, het is eigenlijk voorzien in de planning dat Vadis en Max Lestian, dat die zullen vertrekken op het einde van het seizoen. Voordat hij tekende, zei goed, is goed dat ik dat weet, dan moet ik achteraf niet komen zagen als die vertrekken. En... Ik was in het voorjaar, denk een paar weken voor de play-offs, zo in februari of zoiets, was ik in de kantine van voetbalclub Assen. Naar de oudste zoon aan het kijken. En ik kreeg telefoon, het was een zaterdagmiddag en de laatste training. En de match was dag nadien op Genk. En Michel belde en hij zei, kijk, ik overweeg om Lestienne op de bank te zetten, maar... Misschien zijn er geïnteresseerde clubs en misschien is het belangrijk voor de club dat hij toch speelt, want het is het moment dat clubs zich informeren. Dus als het in het clubbelang beter is dat hij speelt, voor mij is het niet zo belangrijk. Het is een tactische oefening die ik nu nog aan het maken ben. Ja, dan moet het mij nu zeggen en dan hou ik rekening mee. Dus, en wat heb je dan gezegd? Dat hij moest beslissen en het beste moest doen voor club. En om maar wel iets over de klik die jullie wel hadden. Hè? Ja, maar ook over de afspraken die je met Michel Prudhomme kunt maken. Ja, en die niet iemand was die zei, ja, alles bij mij en ik zal wel roepen als ik iets nodig heb. Is 15 mei 2016 de mooiste dag uit uw professionele leven? Een van de mooiere. Ja, dat was een mooie dag. Niet de mooiste. Ik denk dat er dan toch het meeste van uw schouders afvalt. Wel, dat was een van de mooiere, maar er zijn er nog geweest. Hè. Elke titel is nieuw, elke titel is, heeft zijn eigen charmes. Bekerwinst, was ook wel speciaal. En, maar die dag was natuurlijk... Die dag was bijna... Ja, dat was bijna dat je het scenario uitschrijft. Je staat op, clear blue sky. Ja, vertrek goed op tijd. Je ziet al wat spandoeken hangen. 11 jaar geleden. Tegen de grote concurrent. Thuismatch. En het dan zo afmaken, dat was natuurlijk... Ja. Was dat 4-0 of zo? Wat weet je, jongen? Je hebt echt 2 dagen research te doen voor de gast. Ja, maar dat moeten we gunnen, hè. Nee, ik gun het u. Yes. Er wordt gezegd dat bijvoorbeeld Schreuder, dat hij jullie niet in de kleedkamer wou. En dat je het daar zo wat moeilijk mee had, niet moeilijk mee. Dat is een van de afspraken die gemaakt met een trainer op wedstrijddag. Ons voorhistorisch stadion is nog dermate gemaakt dat als je in de spelersruimte wilt geraken of in een bepaald gedeelte van je VIP, ja, dan moet je door de sportieve ruimtes. En sommige trainers, maar dat wordt ook vooraf besproken, van kijk, ja, hoe voelt u het best, hoe voelt u het meest comfortabel? En logischerwijs blijft uit de kleedkamer van de spelers en blijft uit de kleedkamer van de trainer. Maar dat wordt ook vooraf afgestemd met die trainers. Dus dat is niet echt iets van aan, dat is... Nee, ik heb geen enkele trainer geweten die zei, weet je wat, kom anders eens bij de rust koffie drinken in de kleedkamer, om dat maar te zeggen. Hè. Ik snap het. Nee. Hebben jullie deze zomer met Zirkzee gesproken of is daar ook niks van aan? Noah Lang heeft met Zirkzee gesproken, om te vragen of dat hij niet graag naar club kwam. En dat zag hem niet zitten? Of geen interessant profiel voor jullie? Goed, het is een van die spelers die... los van het feit of dat het profiel was dat we nodig hadden. Jutgla is een beetje vergelijkbaar in de bal komen, zoals Zirkzee. En bewijst zich ook meteen. Maar om het te zeggen, dat is een van die jongere spelers die toch beslist van... Oké, Bayern München was dat in dit geval, maar die toch zegt, ja, ik ga dan liever voor Bologna spelen. Of Højlund, ik ga liever voor Atalanta spelen. Of... Torsvet bijvoorbeeld, die voor Sassuolo kiest. Openda, die kiest voor Lens. Ja, dat is toch wel een tendens dat je merkt dat jonge talenten geleidelijk aan al een keer België en Nederland overslaan om te zeggen, we gaan dan rechterkolom in een grotere competitie spelen. Ja. Wat, gelijk Dimitri Deconde, die was wel op zijn tenen getrapt toen Onuachu viel. Toch? Dus jullie kijken ook wel in die Belgische markt. Ik vermoed dat dat een misverstand was, want we hebben nooit interesse getoond in Onuachu. Oké. Want ik heb dat ook gelezen. Ja. Duidelijk wel. Ja. Ja. Onuachu is aangeboden. En er is ook niks verkeerd mee. Maar dat is wat we dan eerder in de aflevering ook zeiden. Dat is de makelaar misschien ook die ervoor zorgt. Ja. Wel, en dat creëert dan soms al eens misverstanden, want iedereen heeft daar zijn belang in. Voor de makelaar is het interessant dat erin staat dat Club Brugge interesse heeft voor Onuachu. De vraag is dan, ja, wat is het lijntje tussen de makelaar en de Fabrizio Romano's van deze wereld? Want als het dan verschijnt, ja, dan zitten we vandaag, noem het dan de voetbal-influencer, tweet het, en klassieke media nemen het over, en it's out there. Ja, en dus moet je ook op een bepaald moment wat zen blijven, of proberen te blijven en te zeggen, goed, ja, oké, focus op hetgeen waar we mee bezig zijn. En ja, al de rest... Ja, want anders zijn we een hele dag bezig met te ontkennen wat er, maar het is ook wat er niet onder elke dag hè, in de transferperiode. Dus ja, ja. Je moet dat je het ook wel gewoon bent en een keer eens goed lacht als er zoiets staat. Ja, goed. Soms is het niet altijd even fijn, omdat dat dan andere dossiers, waar dat je dan echt op ontwerken bent, ineens zo'n hold kan zetten. Dus het is ondertussen heel complex geworden, want ja, je moet dan zorgen dat door, laten we zeggen, dan op een bepaald moment fake news, dat je niet krijgt dat dat hetgene waar je echt mee bezig bent, dat dat begint naar een andere richting te evolueren. Dus vandaar dat het ook communicatieteam daarin een belangrijke rol heeft om even toch op een bepaald moment te zeggen van ja, ziet, dat is hier rond gebeuren. Weet dat. En dan is het wat aanvoelen, waar moeten we wel of niet op reageren. Heb je schrik gehad deze zomer dat de lange onderhandelingen met AC Milan gingen afspringen voor Charles? Schrik sowieso lang, toch? Nee? Ja, maar schrik sowieso niet, omdat er was nooit een probleem voor ons geweest, moest Charles gebleven zijn. Dat was al de basis. En dat was voor hem ook nog wel een optie, zijt de allerlaatste, ook met oog op 2K. Dus schrik niet. En eigenlijk heb ik ook nooit gedacht, of nooit echt het gevoel gehad van, dit gaat niet meer lukken. Oké, want... Maldini vliegt over en gaat wel de vlieger terug zonder akkoord. Ja. Ik vond dat ook wel kicken. Ja, als ik dat las, dan dacht je, ja. Dat is wel schitterend dat die man dacht je gewoon die komen daar zonder akkoord de vlieger terug opstuurt. Privéjetje, Italiaanse kostuums, dat is wel Maldini die daar zit. En jij zegt dan gewoon, nee, gaan we niet doen. Goh, ik denk dat voelde je toch even machtig. Ja, maar ik had niet de indruk dat ze echt naar Brugge waren gekomen om te zeggen van, hier gaan we nu eens closen. En dan wat voelt je dat dan? Maar ze komen speciaal naar jullie. Op tafel liggen. Ja, maar ze komen speciaal naar jullie. En ook dat op een bepaald moment ja, voelde je dat dat gesprek gewoon naar een einde liep. En als je daar met iemand zit die zegt, ja, maar ik ga terug met de speler, ja, dan desnoods blijft hij zitten tot 8, 9, 10 uur, boekt hij een hotel. Maar in dit geval was dat 5, 6 uur en dat was van, oké, we blijven in contact. We zijn er hier vandaag niet uit, maar misschien morgen, overmorgen, we zien wel. Klopt dat Leeds 40 miljoen had geboden? Ja. Maar dat Charles dat niet wou? Wel, Charles was geïnteresseerd, maar op het moment dat AC Milan concreet werd, ging zijn voorkeur naar AC Milan. Wat had je dan gedaan als Leeds 45 miljoen had geboden? Of nog meer? Ja, de vraag was op een gegeven moment moet het verschil toch voor jullie te groot zijn geweest? Wel, de vraag was niet wat wij hadden gedaan. Je moet effectief met 3 zijn. En ik vind ook wel dat je dat moet respecteren. En dus wij hebben gerespecteerd dat Charles een voorkeur had voor AC Milan. En het was ook aan Charles om te respecteren dat hij niet zou vertrekken om de prijs die AC Milan de eerste keer op tafel legde. En uiteindelijk is dat goed gekomen en dat heeft lang geduurd. En dat was heel belastend, zeker voor hem, omdat hij nog jong is en de eerste keer is dat hij dat meemaakt. En hij krijgt van Jan en allemaal advies over hoe dat hij moet doen. En ja, dat is een heel stresserende periode, maar ik zie dat hij zich nu in recordtijd terug aan het aanpassen is. En ja, dat is fantastisch. Hè? Want in heel de transfermarkt, ja, dat is belangrijk... Voor jullie als verkopende club, jullie halen daar jullie groei uit, jullie budgetten komen eruit, maar uiteindelijk heeft de speler toch wel heel veel macht. Je ziet dat bij Antony nu ook. Terecht toch ook. Komt niet meer trainen, gaat niet meer spelen. Jullie hebben daar tot nu toe wat geluk in gehad, denk ik, dat jullie spelers zich altijd wel goed ten opzichte van Brugge opstelden, maar er gaat een moment komen dat jullie sterspeler niet komt opdagen. Hè. Wel, en daarom en dat het ook belangrijk is dat die deadline, transferdeadline, dat die vroeger gezet wordt. Want de grote druk komt en de grote nervositeit in clubs, zie nu Schreuder ten aanzien van Antony, ja, is omdat het al om de knikkers gaat. Als heel dat proces gedaan is, vooraleer dat de competitie begint, ja, dan heb je ook minder... stress rond de speler die zegt, ik voel me vandaag niet super om hier te gaan trainen. Ja, dan zeg je, oké, goed, het is straks gedaan. Maar nu is dat natuurlijk, ja, voor clubs gaat dat soms over, tussen haakjes, ja, financieel leven en dood. Voor ons Europees voetbal of niet. Topploegen die geconfronteerd worden met spelers die het hof gemaakt worden en door andere topploegen uit grotere leagues. En ja, dan krijg je natuurlijk heel veel stress. Dus als we daar al zouden kunnen de deadline vervroegen naar 1 augustus, dan ga je minder spanningsveld of een minder groot spanningsveld krijgen tussen clubs en spelers. Want kijk naar Noah Lang, wat hij nu voor heeft. Ik snap wel dat een speler ook zegt, ik wil eigenlijk liever niet meer spelen. Ja, Tissou Dali ook, hè. Ging naar Qatar en in de laatste match blesseert hij zich nog. Dat is ook voor de ploeg dan niet goed, want je krijgt ook geen transfersom meer. Nee, en dat is trouwens wat bij Noah is ook gebeurd, ook gekwetst. En ja, er is nog geen studie over gebeurd, maar ik ben vrij zeker dat gewoon ook fysisch, vanuit fysisch oogpunt, het beter is dat je gewoon blijft trainen en dat je probeert zo lang mogelijk gewoon te doen, omdat je toch vrij vaak de kans op blessures verhoogt. Het is al een periode... Door de stress. Ja, je zit al in stress. Als je dan wat minder traint of een paar dagen niet en dan weer wel, want op een bepaald moment moet het dan toch nog eens spelen om te tonen dat je nog in staat bent om matchen te spelen. Dus in die zin weet ik niet of dat ook fysisch de juiste keuze is om niet te trainen, niet te spelen. Nu, goed, in ons geval proberen wij altijd een bepaalde logica te hebben. Maar Noah was wel nog... ik ken hem niet persoonlijk, maar hij leek me nog altijd wel bezig om toch te vertrekken. Die voetbal te graag, heb ik het gevoel. Hij had nog tot 6 september. Dus, hij had tot 1 september. Dus België kan binnenhalen tot 6, maar voor het Engeland... Hij ging normaal niet naar een andere Belgische ploeg. Durf ik zou een goede gast zijn, eigenlijk. Een goede studiogast hier. Maar het is niet dat jullie nu voelen, we zijn die kwijt dit seizoen, want die gaat wat mokken, die gaat wat... Nee, hij heeft ook trouwens een bericht gestuurd na zijn blessure. Toen ik hem vroeg van, hoe is het? En Savannah stuurde... kijk, ik heb de klik gemaakt. Dus absoluut geen straf, waren zijn letterlijke woorden om hier bij club te blijven. En, dat is fijn om te lezen. Ik vind ook dat je aan hem echt wel zag... Manager. Hij speelde het nog graag. Hè. Het was niet met tegenzin of het was niet met een meter minder lopen. Dat gevoel had ik totaal niet. Ja. Hij speelt... Het is echt... En dat maakt hem... dat maakt hem, vind ik wel... dat is echt iets knap van hem. Het is een liefhebber. Dus hij wil heel graag altijd voetballen. Ja. Altijd voetballen. Hij is wie hij is. En bij momenten is er een kantje aan. Maar de bal en het voetballen... hij is nog altijd verliefd op het voetbal zelf. En dat maakt ook dat er nooit echt fundamentele problemen in die kleedkamer zijn. Ja, klopt. En hij kan ook verdragen dat er eens tegen hem iets gezegd wordt in de zin van... Noah, hey. Shut up. Kalles. Allee, kom. Dat is goed. Ja. Zeg je verbaasd dat er weer een transferzomer is waar er wel wat te doen is rond Hans van Haken? Nee. Nee, en vrees je dat nu de keer is dat hij weggaat? Of ik heb het gevoel dat hij al helemaal anders is dan vorige week. Ja, ik trap een open deur in. Hè. Ik vind Hans van Haken de beste voetballer van de Belgische competitie al jaren. En dus hoop ik dat hij blijft. Omdat hij voor ons heel belangrijk is. En het is ook nog iemand die visueel... Als je naar de wedstrijd kijkt, als hij erbij is, kun je zeggen, hij is belangrijk voor ons. Maar ik kan u verzekeren, als hij er niet bij is, dan gaat iedereen zeggen dat hij nog belangrijker is dan dat je zou denken dat hij was. Omdat hij is de pendule van ons spel, al zoveel jaren. Hij doet anderen beter spelen. Is altijd aanspeelbaar, ook al zit hij niet echt in de wedstrijd. Hij blijft aanspeelbaar. En dat zorgt er ook voor dat het dossier moeilijk is, want een club gaat dan nooit betalen wat hij echt waard is. Wel, ik denk dat de perfecte omschrijving gegeven is door een ervaringsdeskundige, Gert Verheyen. Gert zei, zat in exact dezelfde situatie. In 2000, Ipswich, toen nog Premier League. Hij was 30, Gert. En hij kon naar de Premier League en Ipswich zei, maar goed, jij zei 30 en dat is de limiet. En Club Brugge zei, maar je zei wel Gert Verheyen. En met dat bedrag gaan we geen vervanger kunnen vinden. En dus Gert heeft gezegd, eigenlijk, zoals dat jij zegt, Sam, voor West Ham heeft hij een marktwaarde, maar voor Club is die marktwaarde veel hoger. Nee, zwaar. En de vervanger En niet, de niet te halen met wat, dat geld dat je ervoor gaat krijgen, ja, normaal gezien. Ja, wat dat ook toch behoorlijk straf is, ja, dat is Hans mist amper wedstrijden, ook geen trainingen. Dus dat is een constante. Ja. Naast het feit dat hij zijn vast aantal assists en doelpunten heeft hij ook zijn beschikbaarheid bijna elke dag. Hoe komt Orkila Capital bij jullie uit? Heb ik het juist uitgesproken? Wel, dat is... dat maakt onderdeel uit van een zeer sterke interesse van Amerikaanse investeerders in Europese voetbalclubs. We hebben de laatste, ik denk sinds 5 jaar, zie je echt een golf van Amerikaanse investeerders die geloven in de groei van Europees clubvoetbal en die dus ook bereid zijn om te investeren, een deel of de meerderheid van de aandelen te kopen. En Orkila is bij ons gekomen na het slecht afgelopen beursavontuur. Enfin, slecht afgelopen. Ik denk dat we misschien achteraf gezien nu beter af zijn. Ja, ik vraag al, is dat uiteindelijk geen geschenk gebleken dat dat niet gelukt is? Ja, ik denk dat we natuurlijk de zaken lopen zoals ze zijn, maar ik denk dat het achteraf gezien beter is om te zitten waar dat we nu zijn. Dus we hebben dan natuurlijk in heel dat opzet... waar dat je kennis maakt met kandidaat-investeerders. Ze hebben er natuurlijk heel veel gezien. Ook met het oog op het realiseren van het nieuwe stadion. En eigenlijk in de nasleep, want het was nadat het duidelijk was dat de beursgang niet ging lukken, is eigenlijk Orkila tot bij ons gekomen, nog een aantal anderen, en zijn die gesprekken opgestart. En ja, er was eigenlijk vrij snel een klik... ook in het inhoudelijke. Want moeien die zich dan? Nee, nu, dus zij hebben 23% van de aandelen. Zij zijn uiteraard betrokken partij en zijn mee op de hoogte van alle belangrijke beslissingen. Maar zij zeggen niet, ja, remshoek 16 miljoen, dat is te veel, dat mogen we niet doen. Nee, maar zo. We laten wel op voorhand, bespreken we wel het financiële kader en ook waarmee dat we mee bezig zijn. Dat vinden we gewoon ook maar logisch. Je wilt ze ook niet tegen u hebben, natuurlijk. Nee, maar dat hebben we ook allemaal doorgesproken. Dat je stapt daarin uiteindelijk als een soort partner. En uiteindelijk heb je dezelfde belangen. Dat is proberen om het met Club Brugge zo goed mogelijk te doen. Maar is het voor hun een begin van meer? Is het de bedoeling dat zij naar een meerderheid gaan? Geen idee. Geen idee. Daar hebben we het nog niet over gehad. Er is geen contract voor de toekomst afgesloten van binnen zoveel jaar moeten zij zoveel bijkopen of aan die prijs. Of nee. Er is geen enkel afspraak gemaakt aan de toekomst. Er is geen engagement. We zijn blij dat we ze erbij hebben, want het is een goede inhoudelijke partner. Ze zijn ook eigenaar van Ironman, dus ze kennen sport. Ze hebben ook Ironman wereldwijd vermarkt op een toch wel behoorlijk indrukwekkende manier. We hebben geïnvesteerd in organisatie van vele muziekfestivals, zoals Siget in Budapest. Dus ze hebben ook ervaring met die eventsector, sportsector. En als er iets is dat je van Amerikanen kunt zeggen, het organiseren van een event, dat kunnen ze wel toevertrouwen. Digitalisering, ticketing, en merchandising. Die 20 miljoen euro kapitaalsverhoging, die was voor hun eigenlijk specifiek bedoeld om dat stadion sneller erdoor te krijgen of beter te krijgen? Of was dat ook echt voor spelers? Of? Wel, het was een dubbele investering. Deels was het om voor de initiële aandeelhouders om een return te nemen op de initiële inleg. Ja, jullie hebben er veel geld aan verdiend. Wij hebben er geld aan verdiend. Wel, Bart een beetje meer. Maar goed, Bart heeft ook dat risico genomen om op een bepaald moment... want jullie wouden van dat risico af. Jullie vonden het wel de moment om daarop te cashen. Dan. Goed, het was een... als die interesse er is en je weet dat er nog een, laten we zeggen, kapitaalsintensief project aankomt, want dat stadion, de grondstoffen en de bouwmaterialen zijn er niet goedkoper op geworden de laatste tijd. Ja, dan is het ook niet verkeerd van nog een kapitaalkrachtige partner in huis te hebben. Zeker wanneer dat iemand is die inhoudelijk nog een toegevoegde waarde kan brengen en affiniteit heeft met de sector waarin dat je in zit. En het geld dat, laten we zeggen, op de rekening staat, dat komt eigenlijk bij de appel voor de dorst die er ook al was. En daar gaan we ook afblijven. En dat is iets waar dat we eigenlijk al die jaren in geslaagd zijn om zelfbedruipend te werken. Dus vanaf de omvorming van de VZW tot een... lelijk woord, maar goed, het is nu zo, kapitaalvernootschap en aandeelhoudersvernootschap, is er nooit nog een euro geïnvesteerd moeten geworden zijn in club. Dus dat is een zelfbedruipend verhaal geworden, winstgevend ondertussen. Maar dat is ook nodig voor de uitdagingen naar de toekomst. En jullie hadden tot hier eigenlijk ook nooit dividenden uitgekeerd, hè? Nee, dat is hier eigenlijk de podcast van de tijd. Nee, maar dan snap ik dat je op een gegeven moment bij die verkoop van die aandelen langs de kassa passeert. Dat je ergens een moment in de tijd kiest waarop dat gebeurt. Ja. Nee, ik kan erop antwoorden. Er zijn nog geen dividenden uitgekeerd tot nu toe. Nee. Ja. Wanneer spelen jullie in het nieuwe stadion? Wel, ik hoop... Het is nog altijd hoop. Het is nog altijd nieuw. Ja, het is hoop, omdat we zitten nog in een... We hebben een vergunning. Dat is al historisch. Maar die moet nu nog een definitief karakter krijgen, zoals dat heet. En normaal zouden we dat voor de jaarwisseling moeten weten. Hm. En als dat een definitief karakter heeft, dan kun je eigenlijk de roll-out doen van je planning. Het is op de Olympia's zitten, dus praktisch is dat een uitdaging, omdat je blijft spelen in het Jan Breydel, terwijl je het nieuw aan het bouwen bent. Maar er zijn voorgaande, Atletiek de Bilbao heeft eigenlijk hetzelfde gedaan. Tottenham, gelijkaardig. Organisatorisch een kluif. Hm. Zeker omdat we met twee ploegen, moet ik zeggen, dat stadion spelen. Real Madrid heeft het slim gedaan. Hè? Die hebben van de COVID geprofiteerd slimme ploegen, om hun stadion heel snel te verbouwen. Maar daar gaat het ook iets rapper met de vergunningen, denk ik. Ja, dat helpt. Als Real Madrid op tafel klopt bij de Spaanse overheid, dan is het een jaar. Dat helpt. Nee, dat is juist. Het zou wel echt, voor alles en iedereen in Belgisch voetbal echt supergoed zijn dat er aan begonnen wordt. Dat weet ik niet. Nee? een nieuw stadion, jongens. Ja, maar niet één. Nee, dat zou niet zo goed zijn voor Belgisch voetbal. Jullie mogen er ook in zitten. Voilà. Hoe wilt je herinnerd worden als je ooit stopt bij Club Brugge? Ja. The GOAT. En dan zo 10 titels. Bijvoorbeeld. Ik heb dat er eens een week dat er een keer over gehad. Met Chris Burggraven, famous marketeer, die ons trouwens fantastisch goed ontvangen heeft uit een restaurant in Istanbul. En elke keer als we in Istanbul zijn, we zijn er nu wel al een paar keer geweest, dan gaan we iets eten in zijn restaurant. En Chris verwoordde het als, eigenlijk zeg jij een gatekeeper. En je hebt de sleutel gekregen gedurende een bepaalde periode. En je moet gewoon zorgen dat als je die sleutel afgeeft aan de volgende, dat wat daar achter die gate staat, dat dat wat properder en wat mooier is dan voordat je toekwam. En dat is eigenlijk, denk ik, waar dat over gaat. Dan zijn we ook wel goed bezig, denk ik. Dat is aan het lukken, toch? Ja. Heb je zelf nog dezelfde energie en vuur als in het begin? Want bij spelers zeggen we snel 3 titels op rij... De honger is wel weg. Of de... Ja, bij mij is het meer een verantwoordelijkheid. En wat je wel merkt, is dat je geëvolueerd van de beginjaren, als je succes hebt, naar een soort euforie. Adrenalinestoot, boost. Terwijl het nu al een keer durft aanvoelen als een opluchting. Als je de titel binnenhaalt of bijvoorbeeld de kwalificatie voor de Champions League doen, na die voorrondes. En dat is anders. Dus onze positie in Belgisch voetbal is anders, onze positie binnen de club is anders. En je hebt natuurlijk een ervaringsniveau, je hebt ondertussen een andere leeftijd ook. Dus je gaat er ook wel wat anders mee om. Maar gelukkig zijn er anderen, of mensen die er nog gaan bijkomen, die dan dat weer met het jeugdig enthousiasme, drive, energie... oppikken en verder zetten en doordoen. Hè? Ik lees tussen de lijnen, er komt vers bloed. Tom Kaluwe, ik lees het ook tussen de lijnen. Maar wil je zelf niet eens een stap zetten? Of ga je de Hans van Aken van de managers zijn? Ja, dat is Michel Louagie. Michel is er al meer dan 30 jaar in. God, voorlopig zie ik nog wel voldoende... hier komt hem, uitdagingen... Maar goed, dat is ook omdat die rol evolueert. Dat is er ook het fijne aan. Ik ben minder operationeel dan in de beginjaren, gelukkig. Dat is ook een proces, want ja, vaak heeft dat te maken met het lossen van controle. En als je nogal controle georiënteerd bent, is dat niet de meest gemakkelijke oefening. Daar ben ik al wel in opgeschoten. Ja, en zo zou het eigenlijk meer moeten zijn. Ik vind dat de meest succesvolle organisaties diegene zijn waar dat het meest kan gedepersonaliseerd worden. En daarom betekent dat niet dat mensen moeten verdwijnen, maar ze krijgen een andere rol. En ja, dat is ook goed om twee redenen. Eén, ja, dat je zelf evolueert, maar twee, dat je ja, ook anderen meer ruimte laat om te evolueren. En daar ben ik nu beter in staat toe dan, ja, dan 5 jaar geleden pak. Maar als ze een nieuw stadion kunnen bouwen en ze worden kampioen in België en de tweede ploeg wordt kampioen in tweede klasse, dan hebben ze het Belgisch voetbal uitgespeeld. Dan is het tijd voor Eendracht Aalst. Dat was een zijproject, ja. Dan doe ik mee. Als ze het Corneliusstadion moeten gaan verbouwen, dan ben ik er. Voilà. Ja, ik vind het ontegensprekelijk een van de grootste managers van de geschiedenis van Brugge. Maar er is één ding waar we het ook over moeten hebben. Een soort van smet op het imago, het dronken rijden. Het is zo'n fout die ik de slimme mens dat je bent niet geef, eigenlijk. Ja, dat is niet iets waar je fier op bent, wel in tegendeel. Hè. En dat zijn momenten, dat zijn inderdaad wat... Dat zijn ook wat krassalietekens. En je kunt alleen maar zeggen ja, dat een... zeker omdat het een herhaling was. Ja, is daar geen ander woord voor dan... dan dat heel dom te kunnen noemen en daarmee u er niet van af te willen maken. Want ja, ik heb gezegd, in de job... Ja, een van de kwaliteiten was van te leren uit de fouten die we gemaakt hebben. Ja, hier ben ik in deze behoorlijk hardleers gebleken. Ik ben er ook voor gestraft, terecht. En je zoekt altijd naar verklaringen voor jezelf van ja, hoe het komt dat je die fout maakt en dat je die dan nog eens herhaaldelijk maakt. Dat is een... Laten we zeggen, dat is geen flatterende oefening, maar dat is ook logisch, want er valt ook niks goed over te vertellen. En ja, het enige dat je dan finaal kunt zeggen, ja, goed, je moet veel incasseren, want je bent op dat moment ook publiek figuur, maar je moet ook aanvaarden dat je daarmee geconfronteerd geweest bent en ook aanvaarden dat het logisch is dat dat gebeurt. En dan is het aan mij om, ja, nu... Dan, en voor de rest van de tijd die mij rest, ervoor te zorgen dat het niet meer zal gebeuren. Oké. Geen Brugske, maar komt er nog een Beneliga? Ik heb het gevoel dat als wij er als buitenstaander naar kijken, dat Club Brugge wel, zeker van de Belgische kant, een van de voortrekkers is. Ik denk dat er een momentum geweest is, maar dat was op het moment dat we echt concreet die gesprekken zijn opgestart, stond het Belgisch voetbal op de Europese coëfficiëntlijst hoger dan de Nederlandse. Dat was een goed moment, want Nederland is historisch ook een groter voetballand dan België. En vaak gebeurt het dat dan de kleinere het initiatief moet nemen op het moment dat de kleinere er beter voor staat. En toen zijn we heel ver gegaan. We waren er kort bij, maar ja, het momentum was weg, omwille van het feit dat de Nederlanders... Ja, het uitstekend gedaan hadden de voorbije jaren en ook niet meer echt het belang inzagen van goed, waarom moeten wij nu die Benelux doen om ons sportief niveau naar omhoog te krijgen. De Belgen zijn weggegleden, wij zijn gestegen. En ten tweede waren ze ook bezig terzelfde tijd met de oefening van het hervormen van hun eigen eredivisie. Herpositionering ten aanzien van KNVB, nieuwe CEO, eigen agenda. En dat heeft gemaakt dat het een paar maanden geleden is afgesprongen. En ik zie het nu wel niet meer gebeuren de komende, laten we zeggen, 3 jaar. Het zal ook niet meer gebeuren met België-Nederland in een driving seat. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we vroeg of laat naar supranationale competities zullen gaan. Of dat dan eerst België-Nederland zal zijn, dat betwijfel ik. Maar het kan Zweden, Noorwegen, Denemarken zijn. Het kan Zwitserland, Oostenrijk zijn. Maar dat het gebeurt, of zal gebeuren, daar zeg ik nu op Ja, ik ben bijna zeker van wel. Oké. Okay. En wat je dan ook vaak hoort is, waarom beginnen we niet met een BNE-cup? Is dat ooit iets wat besproken is? Of, want daar hoort je vanuit de clubs wel nooit iets over. Ja, maar beker is een... Dat is een moeilijk verhaal, beker. Als je de gemiddelde toeschouwersaantallen bekijkt. Midweek voetbal, anders dan Europees. Ah. Of dat nu competitie is, je merkt het nu ook, hè, dus de kalender is uit. Midweekmatch om 18:30. Ja, verschrikkelijk. Supporters zeggen van... Dus mensen zijn echt zo ingesteld op het weekendvoetbal, dat je bijna... Ik ben er wel van overtuigd dat als je bijvoorbeeld bekerwedstrijden in het weekend zou organiseren, ja, dan zit je in die flow en dan gaan supporters vanuit de gewoonte komen. Maar een BNE-cup, ook in het midden van de week, trouwens, ja, er is op vandaag heel weinig ruimte toe, maar gaat het verschil niet maken. En ik ben er geen voorstander van geweest toen de gesprekken nog liepen, omdat ik ervan uitging dat het geen succes zou zijn en dat het dan eerder in het nadeel zou zijn van een volledige BNE-liga die er dan zou moeten komen. Hm. Ja, ik ben wel zeer benieuwd hoe dat jullie kijken naar de toekomst van het voetbal. Want, willen jullie het Bayern München van België worden? Ja. Maar kijken jullie al verder? En is dat supranationaal of is dat zelfs richting Super League? En denken jullie van, we moeten nu zien dat als dat er ooit komt, dat wij één van die ploegen kunnen zijn die daarvoor worden uitgenodigd? Zijn jullie daar al over aan het nadenken intern? Nee. Want Belgische competitie is ergens ook wel een beperkt verhaal. Dat heeft zijn groei, ja, maar we zitten nu wel in die beperking en het is allemaal nog behoorlijk fragiel. Dus zolang als we een nieuw stadion niet hebben, zolang als we de inkomsten, de recurrenten dan, niet kunnen verhogen, ja, dan zitten we stilaan aan ons plafond. Ja. En ja, een plafond dat je niet kan forceren, want ja, we zijn een Belgische club, dus we zitten in de Belgische competitie. En het is niet zoals een bedrijf dat zegt, oké, goed, de Belgische markt wordt een beetje te klein, we gaan ons ook in een ander land vestigen, dat gaat niet. Dus, en ik bekijk dat toch met enige... excusez le mot, nuchterheid, maar dat je... Ja, dat je in een situatie zit waarbij dat... Als je terugkijkt naar de laatste 2 kampioenschappen, ja, veel overschot was er niet. Dus zo... Nee, maar het is, als je het zo bekijkt... Ik snap dat je het zo bekijkt, ja. Als je het anders bekijkt, 5 op 7 jaar. Ja, juist. En, dat is niet niks, natuurlijk. Oké, Perez belt en die zegt, dat gaat hier toch allemaal doorgaan, die Super League. Wij zijn drijvende kracht. Vincent, doen jullie mee? Dan zeg je toch ja. Wel, op het moment dat het echt gerealiseerd wordt. Wel, het is grappig dat je het zegt, want eigenlijk zei het bestuur van Real, het was Perez niet, maar de vicevoorzitter van Real zei, kijk, we vinden allemaal heel sympathiek dat jullie hierbij zijn, maar eigenlijk is onze toekomstbeeld van het internationaal voetbal dat we geen Europees voetbal meer moeten spelen tegen de kampioen van België. Goed, kon de man moeilijk die dat zei, moeilijk betichten van niet duidelijk te zijn. Dus we zijn België, we hebben een specificiteit, maar internationaal... Nee. Ja, hebben we nu niet echt heel veel om mee te spreken. Dat is ook trouwens de vrees van Ajax. En Ajax is echt een wereldmerk, maar Ajax zat bijvoorbeeld niet mee aan tafel. Nee. Dus ja, dat is een... dat noopt gewoon ook tot enige bescheidenheid wel, om vast te stellen. Goed, ja. Als ik kijk naar vorige week donderdag, dan denk ik dat we als Belgisch voetbal bescheiden moeten zijn. Ja. Maar tegelijk, als de topploegen in het Belgisch voetbal weglopen van de middenmoot en de kleinere clubs, dan zal de interesse intern in de Belgische competitie ook tanende zijn. En dat is ook niet goed voor een topclub. Want dan zijn jullie alleenheerser in die kleine markt en dan krimpt die markt misschien zelfs op per tijd. Nu groeit die nog wel, tv-gelden, recurrente inkomsten kunnen nog wat naar omhoog, maar er komt misschien een tijd dat dat ook krimpt. Ja, omdat het niet spannend is, of dat het publiek er niet meer van wakker ligt. Nee. Of... Maar daar ligt een KV Mechelen supporter van wakker. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ik zie de publieke opkomst bij de lagere ploegen bijvoorbeeld wel echt naar beneden gaan. Dat is echt wel een probleem soms. Ja, we zijn natuurlijk een klein land met een relatief kleine markt. Maar ja, ik denk toch dat als je vorig seizoen bekijkt... Het kan, hè. We hebben Zulte Waregem aangehaald, die tot de laatste speeldag meedoet. Union vorig jaar... Dus het is niet uitgesloten dat een kleinere club kampioen wordt of meespeelt tot het einde van de rit. En ja, het zal altijd wel zo zijn dat statistisch gezien de ploegen met de grootste budgetten bovenaan eindigen. Nederland, Portugal en dus ook België. Maar ja, ik merk gewoon elke week, en ook nog in deze recente competitie, ja, dat het wel niet evident is om zomaar wedstrijden te gaan winnen. Dus ik vind dat het met de interne spankracht nog wel meevalt. Het is effectief zo, als je puur naar de ranglijst kijkt, dan zie je 5 titels op 7 seizoenen. Dus maar het is niet PSG of Bayern die... Nee, het is niet dat we een stratenvoorsprong eindigen. Het eigenaarschap van de kleinere ploegen verdwijnt in buitenlandse handen. De beleving wordt er daar ook minder. Sint-Truiden vind ik een zeer jammer voorbeeld. Ja, Cercle Brugge ook, Eupen ook. Maar is dat de fout van de topploegen? Nee, maar dat is wel een probleem voor het voetbal, waar uiteindelijk ook jullie businessmodel misschien het slachtoffer van kan worden. Omdat het gewoon, ja, de band wordt minder. Maar jullie zijn superpopulair. Jullie zitten voor de eerste keer met een wachtlijst voor abonnementen. Jullie worden superpopulair, maar kleinere ploegen niet. En dan ja, nu, ik denk ook dat dat een stuk een niet louter voetbalsectorieel gegeven is. Ik denk ook dat je in andere evenementsonderdelen, om Kinepolis niet te nemen, vroeger had je de buurtcinema en we gingen allemaal op 2 straten of op 3 straten was er een buurtcinema. Hetzelfde met de kruidenier en de supermarkt. Ja, je krijgt gewoon meer mensen die naar iets groters gaan. Je kunt daar jammere evolutie vinden, wat dat het deels ook wel is, gevoelsmatig. Maar het gebeurt. En het gebeurt niet alleen in het voetbal. Het gebeurt ook in andere sectoren en in andere landen. Wat niet wegneemt dat je moet attent zijn over... Of dat je attent moet blijven voor... om het dan maar te noemen, duurzaamheid van... Een engagement. Dus ik ben voorstander dat wanneer er een engagement komt van een investeerder, ja, dat toch gedurende een minimale periode is en ook met een financiële verantwoordelijkheid, persoonlijk, op het moment van exit bijvoorbeeld. Hè, wanneer dat iemand vertrekt, ja, dat je toch een verantwoordelijkheid houdt om dan de sociale... drama's en de supportersdrama's zoveel mogelijk te beperken. En daar ligt nog wel een rol voor de regelgever om daar nog wat verder aan te werken. Je stond ook even met Wouter van den Houten aan het roer van de Pro League, tijdelijk. Maar ik vraag me altijd af, hoe is dat als jullie twee samenwerken? Want je zit eigenlijk aan een groter geheel aan het samen aan het werken, maar je bent wel ook de grootste concurrenten misschien wel. Ja, maar eerst en vooral... Persoonlijk kennen we elkaar al lang. Het is natuurlijk een ander gegeven wanneer je elkaars concurrent bent of wanneer je dat niet bent. Want dan, zolang als je dat niet bent, vind je elkaar super tof. En dan zeg je, hey, maar dat was een keer heel goed wat je gedaan hebt daar. En amai, bravo. En goed. En dan word je elkaars concurrenten. Dan heb je even een tijdje nodig om dat goed te zetten. Ook al kennen elkaar lang. Maar voor wat betreft de Pro League was het eigenlijk vrij eenvoudig. Ja. Er was geen alternatief. Iedereen keek naar ons. En ja, we hebben dan onze verantwoordelijkheid opgenomen en geprobeerd om, ja, in combinatie met het runnen van onze clubs, om ja, toch de grootste gemene delers te vinden binnen de belangenvereniging die de Pro League is. Wat daar een extreem complex opdracht is. Want je bent uiteindelijk allemaal elkaars concurrenten. Mm. En... Je moet eigenlijk soms een beslissing nemen tegen je eigen, voor het algemene welzijn. Dat is super moeilijk. Het helpt ook niet dat er inderdaad op dat vlak vele eindbeslissers zijn in clubs die in het buitenland wonen en dus niet die vergaderingen bijwonen. Dus dat is een zeer moeilijke opdracht. Ja. En ja, daar zal altijd een vorm van consensus en compromis moeten in gevonden worden, want anders kun je er beter mee stoppen. Hm. En de ene... afhankelijk van hun sportieve positie gedurende de loop van het seizoen, neemt al een keer deze of gene standpunten in. Ja. Dus moeilijk, maar ik denk dat we in ieder geval abstractie hebben kunnen maken van onze eigen belangen en dat we dat samen een begin gemaakt hebben, want er is nog superveel werk, een begin gemaakt hebben van een platform waarop dat nieuw management kan starten. Hm. vraag me gewoon af, als je dan gaat eten, in zo'n etentje van de avond, dat je gewoon smalltalk. Praat je dan over elkaars vrouwen of roddelt je dan over, standaard en Antwerpen? Nee, vrouwen zijn er soms eens bij. Smalltalk, nee, maar goed, wordt wel wat afgelachen ook. Hè? En, of er wordt al een keer... Boos. Of er worden al een keer elkaar uitgelachen ook, bijvoorbeeld met een bepaalde beslissing die er genomen wordt. Nee, maar dat maakt natuurlijk... Ja, dat heeft te maken met een historiek die er persoonlijk is. En dat is altijd wel... op zich is het altijd wel plezant. Oké. Allerlaatste vraag. Misschien heel cliché, maar als je één speler mocht kiezen, absolute carte blanche, nu, wie haalt je naar Club Brugge? In de huidige ploeg? Goh. Of van de huidige voetbalwereld? Wel, dan... Het zal sowieso... het overvalt mij een beetje, maar... Het is geen fout antwoord, denk ik. Nee, weet je... Het zou nog eens tof zijn dat we zo voor één wedstrijd in de Champions League... pak nu een keer thuis, Atletico Madrid, dat we een joker mogen gebruiken en dat we Charles dan zijn afscheidsmatch laten spelen in Jan Breidel. Het kind van het huis, van 200 meter verder, Sint-Andries... En hij maakt de winninggoal tegen Atletico Madrid. En dan wuift hij iedereen uit en dan gaat terug naar Milaan. Dat zou mooi zijn. Ja. Ik vind het ook mooi dat je Charles neemt, eigenlijk. Ja. Ik had Kevin De Bruyne verwacht, dan kon Hans van Aken vertrekken. Maar... Goed, Vincent, dikke merci voor het komen. Graag gedaan. Veel succes nog. Ja. Ik hoop dat we nu, want het is nu dinsdag, ik hoop dat tegen donderdag niet te veel achterhaald is al van transfers. Evert, ik zie u volgende week terug. Ja, graag. Zoals gezegd, entourage met Stijn Francis en De Vijf. Een echte transfer special. Tot volgende week. Bye.